Dames en heren, de vergadering is geopend. Cathy Koedieser, Jan Durné, Marine Keulen, Katrien Schrijvers, zij is aanwezig om ambtsverplichtingen. Bjorn Anseeuw, Ann-Christiaans, Pieter de Bruin, Dirk de Kort, Gwenny de Vroe, Jelle Engelbos, Michel Hostekind, Ann Moerenhout, Katrien Partika, Laurent Parijs, Bart van Malder, Mercedes van Volsem, Dijn, afwezig door het Vlaams parlement toegestaan. De zending, Sabine de Betune, Lies Jans, Willem Frederik Schils en Stefan Sintebin zijn afwezig omwille van familieverplichtingen. En om gezondheidsredenen zijn afwezig Lode Seijsen, Steve van den Berg, Freya van den Bossen, Jan van Esbroek, Sabine Vermeulen en Johan Verstreken. Ik kan misschien voorlezen wie wel nog aanwezig is. Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werd op de banken rondgedeeld. En we gaan over naar de actuele vragen. De eerste actuele vraag is van mevrouw Meuleman aan Hilde Krevits, vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaamse minister van Onderwijs, over het toenemend aantal kansarme leerlingen in het secundair onderwijs. Actuele vraag van Jos de Meijer over de kansarmoede en het gelijke kansenbeleid in het onderwijs. En tenslotte mevrouw Ingeborg de Meulemeester over de toename van het aantal kansarme leerlingen in het secundair onderwijs. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, collega's, we konden het allemaal lezen in de kranten morgen. Op 5 jaar tijd zijn er in het secundair onderwijs 4000 leerlingen bijgekomen die opgroeien in armoede. 4000 leerlingen, mevrouw de minister, dat betekent in elke klas van 20 leerlingen dat er 8 leerlingen zijn die met minder kansen aan de start komen. Daar zijn kinderen bij, zo bleek uit een interview met het Stedelijk Lyceum Olympiade, die 's avonds soms geen bed hebben om in te slapen. Kinderen die geld moeten krijgen van de leerkrachten om eten te kopen. Kinderen die al zeker geen rustige plek hebben om 's avonds nog te kunnen studeren. En kinderen die heel weinig keren met een brooddoos gevuld met gezonde voeding naar school komen. Heel vaak met de lege brooddoos naar school komen, mevrouw de minister. Het zijn ook die kinderen waarvan we weten uit internationaal onderzoek, de PISA-onderzoeken onder andere, dat ons onderwijs er niet voor zorgt dat ze uit de armoede geraken, maar integendeel, ons onderwijs reproduceert die armoede nog verder. Dus mijn vraag is heel concreet, mevrouw de minister. Wat gaat u, maar ook in structurele samenwerking met uw collega, minister mevrouw Homans, die tenslotte bevoegd is voor armoede, doen om de armoede via de scholen beter aan te pakken? Meneer de Meijer. Voorzitter, minister, collega's, elk kind in armoede is er één te veel. Maar toch een paar nuanceringen. 39% van de leerlingen voldoet aan de criteria voor kansarmoede. Dit is een procent meer dan 5 jaar geleden. We weten allemaal wat de indicatoren zijn om in aanmerking te komen voor het gokbeleid, zowel voor het basisonderwijs als het secundair, zowel voor BUZO als het gewoon onderwijs. Kansarmoede, voorzitter, dat is natuurlijk niet alleen een zaak van onderwijs. Daar wordt het het eerst gedetecteerd. Maar dat is ook een zaak van werk, wonen, welzijn. Ik heb gezegd onderwijs. En uiteraard is er binnen de Vlaamse regering een overkoepelende minister voor deze bevoegdheid. Mevrouw de minister, u hebt aanzienlijke middelen bijgesteld deze legislatuur voor bestrijding van de kansarmoede in het onderwijs. Ik ga ze hier niet opzoomen in de beperkte tijd die ik heb. Ik heb, zoals je weet, heel veel vertrouwen in schoolteams. Maar soms stel ik mij toch de vraag, worden deze middelen allemaal voldoende efficiënt en effectief ingezet om de kansarmoede aan te pakken? Mevrouw de Meulemeester. Mevrouw de minister, zoals inderdaad in het rapport van de morgen stond, stijgt het aantal leerlingen met kansarmoede in het secundair onderwijs. En een van de titels gisteren in een van de kranten was: dit zijn de kinderen waar men niet wilt naast zitten op de tram. En 4 op de 10 kinderen hebben vorig schooljaar waren kansarmoede jongeren. En de topmensen van de onderwijskoepels die gooien de bal in het kamp van de regering, terwijl er al heel wat gebeurt om. Heel wat maatregelen gebeuren er eigenlijk. Neem maar bijvoorbeeld het vereenvoudigen en automatisch toekennen van de studietoelagen. En toch, mevrouw de minister, blijkt dat er 4000 jongeren meer zijn. En opgroeien in armoede heeft een groot impact op schoolse prestaties van jongeren. Kan dat verwonderen? Hè? We moeten ambitie tonen
En die ambitie, denk ik, overbrengen, zowel op leerlingen als op de ouders, vooral ook op de ouders, om ten eerste die taaltraining in Nederlands door te drijven en ten tweede de leerlingen te motiveren om een diploma te halen. Niet divileren, maar excelleren. En mijn vraag aan u, mevrouw de minister, hoe zal u ertoe bijdragen om te zorgen dat ons onderwijs de motor wordt van de sociale mobiliteit en onze jongeren motiveert om een diploma te halen? Mevrouw Krivits. Dank u wel, collega's. Ik ben blij dat ik de kans krijg om op dit thema toch eventjes in te gaan in het parlement. Ten eerste, elk van de drie collega's heeft gezegd, ja, er zijn 4000 kinderen die leven in armoede bijgekomen. Ik wil dat toch wel nuanceren. Het gaat hier, collega De Meijer heeft het inderdaad een beetje anders geformuleerd, maar het gaat hier om kinderen die aantikken op onze CES of HOC-indicatoren. Wat betekent dit, collega's? Dit betekent dat er meer kinderen zijn die een studietoelage ontvangen. Dat is juist. We hebben in de voorbije jaren meer dan 20 miljoen euro die we jaarlijks investeren in het toekennen van studietoelagen. De kinderen tikken dan ook aan op die indicator. En dat zorgt er gelijktijdig ook voor, collega's, dat de scholen extra werkingsmiddelen en extra leerkrachturen krijgen. Dus au fond, je kan dat negatief bekijken, van oei, 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 het zijn zoveel jongeren van wie dat de ouders een studietoelage krijgen. Maar je kan ook zeggen, eindelijk maken we werk van de automatisering en zorgen we ervoor dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. De tweede indicator is de thuistaal. Als de thuistaal niet het Nederlands is, dan krijg je inderdaad, tik je aan op de risico-indicatoren en betekent dat de school extra leraarsuren krijgt, extra werkingsmiddelen krijgt. Dat is een objectieve vaststelling. Dat is niet iets wat de school organiseert. Dat is een situatie waarin kinderen thuis leven. Derde is de buurt waarin kinderen wonen. Afhankelijk van waar de meest kritieke buurten zijn, krijgen scholen daar ook meer leerkrachturen. En het vierde is het diploma van de moeder. Ook dit is iets wat de school niet zelf organiseert. Het zijn middelen die scholen krijgen, meer middelen die scholen krijgen, als ze verhoudingsgewijs meer kinderen op school hebben die risico's lopen op armoede. Maar dat betekent niet, collega's, en dat wil ik toch eerst en vooral rechtzetten, maar vorige week was hier ook een vraag in die richting, dit betekent niet dat we zomaar mogen stigmatiseren en zeggen, voilà, Hans, die groep, dat is eigenlijk een verloren groep. Dat is het helemaal niet. Ik geef u zelfs de cijfers mee. Scholen krijgen tot dubbel zoveel werkingsmiddelen als er meer kinderen zijn die risico's lopen op armoede. En twee, scholen krijgen ook tot de helft meer leerkrachten op school als ze meer kinderen hebben die onder de risicogroepen vallen. En collega's, wij doen enorm veel in onderwijs. Collega De Meulemeester, ik was wat verrast dat u zegt de koepels schuiven de bal door naar de regering. Ik vind dat men zeer terecht heeft gereageerd. Dat men zegt, kijk, onderwijs zorgt voor hefbomen. Extra werkingsmiddelen, extra leerkrachten. Wij, met deze regering, hebben we de kleuterpremie ingevoerd. 950 euro extra werkingsmiddelen per anderstalig kleutertje. We hebben de OCAN-middelen volledig hervormd. En dat is natuurlijk ook van belang, want kinderen die van elders naar hier komen, die soms in heel moeilijke omstandigheden gevlucht zijn tot hier, die gaan we nu niet één jaar, maar ook in de volgende jaren begeleiding geven. Dus de scholen die zijn echt wel hefbomen om ook kinderen mee te emanciperen. En zij doen dat, collega's, op een zeer, zeer goede manier. Collega De Meijer zegt, gaat elke euro daarnaar? U weet dat wij een tijd geleden, dat is niet mijn verdienste, maar de verdienste van de vorige regering, een systeem uitgewerkt hebben om extra middelen te geven aan scholen, maar onmiddellijk gezegd hebben, we gaan die niet kleuren tot in detail. Wij gaan ervan uit dat scholen echt ook op maat van hun, van de manier waarop ze georganiseerd zijn, ook passende maatregelen nemen. En collega's, ik zou ook wel durven meegeven dat de maatregelen effect hebben. Gisteren is het rapport van de VDAB voorgesteld. Er zijn nog nooit zoveel jongeren die een diploma halen, secundair onderwijs. Vroegtijdige schoolverlaters, het wordt niet slechter. Dus we zien dat scholen, collega De Meijer, ook effectief goed daarmee aan de slag gaan. Maar moeten we blind zijn voor wat er gebeurt? Zijn er op dit ogenblik geen ernstige indicatoren dat in de samenleving het armoedeprobleem toeneemt? Ja, toch wel. En ik denk dat scholen daar de spiegel zijn van de samenleving. En dat we inderdaad over alle beleidsdomeinen heen de krachten moeten bundelen om ervoor te zorgen dat die kinderen, en dat zijn niet altijd kinderen zelfs die aantikken op zeskenmerken, maar dat die kinderen waarvan we merken dat er inderdaad thuissituaties zijn die het voor de kinderen enorm moeilijk maken, dat we die meer
kunnen bijstand verlenen. En dat kan door ook vanuit onderwijs. Er zijn de tutoringprojecten waar we op inzetten. Er zijn de cursus armoedeherkenning die de kleuterleiders op dit vlak volgen. Maar collega's, als minister van Onderwijs kan ik dit niet alleen. En dat is de reden waarom we met de regering ook een actieplan armoede hebben, dat denk ik nu net geactualiseerd is en waar we echt alle zeilen ook bij moeten zullen zetten in alle beleidsbevoegdheden en alle beleidsniveaus om deze spiegel die we voorgehouden geworden zijn door de cijfers maandag, om deze trend ook een halt toe te roepen. Maar ik wil toch wel besluiten dat ervan uitgaan dat die ongelijkheid, zoals mevrouw Meuleman zei, dat die op school gegenereerd wordt, daar ben ik het eigenlijk volstrekt niet mee eens. Scholen reproduceren geen ongelijkheid. Scholen hebben en krijgen absolute instrumenten en hefbomen om te werken aan de emancipatie, zoals collega de Meulemeester zegt. En zij kunnen misschien wel op een aantal punten nog wat meer ondersteund worden. Ook ouders kunnen nog wat meer ondersteund worden. Maar zij doen op dit ogenblik alles wat in hun mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat kinderen uit spiralen gehaald worden van armoede en van kansarmoede en allen kansen krijgen om zich te ontwikkelen en om zeker dat diploma te halen dat hen net later dan de kans moet geven om alle kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Dank u wel. Mevrouw Meuleman. En mevrouw de minister. Ik verwachtte dat u de cijfers ging relativeren, dat u daar zou mee beginnen, maar ik denk dat we die absoluut niet mogen relativeren. 39% van de leerlingen die aantikken op onze eigen armoedeindicatoren, dat is een significant aandeel van de leerlingen en we mogen daar absoluut niet blind voor zijn. En ik denk inderdaad dat we de krachten moeten bundelen. En daarom wil ik twee zaken aanreiken die wij willen naar voren schuiven en waarvan ik denk dat het Vlaams beleid echt het verschil nog kan maken. Het eerste is veel meer inzetten op brede scholen, mevrouw de minister. We werken waar dat gebeurt, dat er goede resultaten worden geboekt. Brede scholen, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen samenwerken met organisaties die in de buurt van de school gevestigd zijn. Huiswerkbegeleidingsorganisaties, armoedeorganisaties, organisaties die zich bezighouden met het aanleren van de taal voor ouders. Sport- en culturele organisaties, mevrouw de minister. Een tweede voorstel, dat vind ik absoluut belangrijk, is de 1 euro maaltijden via de scholen verdelen. Ondanks het feit dat het geweigerd was door minister Homans, heeft in mijn gemeente Oudenaarde een schepen van uw partij beslist om de 1 euro maaltijden in te voeren via de school. Op eigen houtje iemand van uw partij. Meneer de Meijer. Dat werkt, mevrouw de minister. En ik denk dat dat iets moet Vlaams worden, een onderdeel van het Vlaams beleid, niet iets dat alleen in Oudenaarde gebeurt. Meneer de Meijer. Mevrouw de minister, u hebt terecht het onderscheid gemaakt tussen het aantikken voor de indicatoren en de kansarmoede op zich. Anderzijds weten we allemaal dat elk kind in kansarmoede er één te veel is. Minister, u heeft ook gesteld hoeveel middelen er aanzienlijk zijn via GOK. Dit is voor sommige scholen in vergelijking met plattelandsschooltjes bijna het dubbele. Niettegenstaande mijn bijzonder groot vertrouwen in schoolbestuur en schoolteams, denk ik dat deze middelen in sommige scholen, en dit is geen grote oproep tot gekleurde middelen of ik weet niet welke controles, toch efficiënter zouden kunnen ingezet worden en dat daarvoor bijkomende begeleiding niet alleen nuttig, maar soms noodzakelijk is. Mevrouw de Meulemeester. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Nu, u geeft het zelf aan, als de thuistaal niet Nederlands is, dat zijn de kinderen die het wat moeilijker hebben op school, ook om een goed resultaat te halen. Hè. Dus ik blijf erbij, die taaltraining, dat is van levensbelang, maar ook voor de ouders. Ik denk dat we enorm moeten instellen ook op die ouderbetrokkenheid. Die ouders die hun kinderen kunnen motiveren. Ja, ik weet het, dat is heel moeilijk, ik ben me ervan bewust. Ik durf dat bijna niet meer zeggen. Ik wel, omdat ik ervan bewust ben dat als ouders hun kinderen motiveren om naar school te gaan en ook zorgen dat ze naar school gaan, want uiteindelijk is dat de eerste stap. Dat is echt heel belangrijk, dat ze naar die school toe gaan. Die ouders die kunnen hun kinderen motiveren, kunnen ze ook helpen. Maar daardoor is het ook belangrijk dat die ouders inderdaad ook dan Nederlands machtig zijn, waardoor ze hun kinderen op school kunnen helpen. En ik blijf erbij dat een diploma nog altijd de beste remedie is tegen... Wens iemand aan te sluiten? Dan beginnen wij met meneer De Roo. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, ik zou bij deze vraag toch wel even een lans willen breken. We staan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Als ik collega's schepen van onderwijs zie, dan zie ik vooral dat het beleid dat u samen met uw collega's in de Vlaamse regering ontplooit, alleen maar kan slagen als daar ook een sterk lokaal beleid aan gekoppeld wordt. Twee grootste steden van Vlaanderen, Antwerpen en Gent, met een ander bestuur, zitten in op via onderwijs effectief naar armoede werken. En ik zeg het bewust, die twee steden, want dan heb ik alle partijen, bijna alle partijen die in dit halfrond zijn. Maar ik denk dat er nog veel meer kan gebeuren op lokaal terrein. En het is een warm pleidooi om de dingen die lukken op het lokale niveau, om daar vanuit de Vlaamse regering, de Vlaamse overheid en de ministeries en departementen nog veel meer aandacht aan te geven en die goede voorbeelden ook door te geven. Ik denk dat af en toe de wetstraat moet beseffen dat wij het kader kunnen creëren, dat we middelen kunnen uittrekken, maar dat we scholen en gemeenten dan moeten ondersteunen met informatie en vrijheid om effectief te kunnen werken. En daar wordt het verschil effectief gemaakt. Mevrouw Gené. Dank u wel, voorzitter. Uiteraard, elk arm kind dat zonder boterhammen in zijn brooddoos naar school komt of in de winter op sandalen, dat is natuurlijk iets wat onze samenleving in haar geheel moet mobiliseren. We kunnen dat niet tolereren in een rijke regio als Vlaanderen. Daarom twee tips, mevrouw de minister, heel specifiek in uw bevoegdheidsdomein. Eerst en vooral verlaat het onzalige idee dat in uw regeerakkoord is opgenomen om een gelijke basistoelage voor elk kind te voorzien. Arme kinderen hebben extra investeringen nodig, dus begraaf dat onzalige idee. En twee, ik zou eigenlijk een lans willen breken voor het omgekeerde. Meer bepaald, niet alleen werkingsmiddelen of extra leerkrachten voor kinderen in kansarmoede, maar vertaal dat ook, die gekleurde middelen, bij de CLB's, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, bij de pedagogische begeleiding, want het zijn ook zij die voor die gelijke kansen moeten zorgen en het zijn zij die net met heel veel kinderen die in een problematische thuissituatie zitten, moeten werken. Dus meneer meer Janssens. Gekleurd geld. Dank u wel, meneer Janssens. Voor de minister, ik wil nog even inzoomen op een aantal relevante cijfers in dit debat. Met name het feit dat 1 op de 5 kinderen thuis inderdaad geen Nederlands spreekt. En de situatie in de centrumsteden is nog erger. In het Antwerps onderwijs spreekt meer dan 40% van de kinderen thuis een andere taal dan het Nederlands. In steden als Gent, Mechelen, Genk is dat 1 op de 5. En dat wetende, we moeten beseffen dat dat natuurlijk de kansen in het onderwijs verkleint en ook de kansen later op de arbeidsmarkt. En zo komt men in een vicieuze cirkel terecht. En dus is die toename van het aantal kansarme leerlingen ook rechtstreeks gelinkt aan het falende migratiebeleid dat er inderdaad voor zorgt dat we vaak te maken krijgen met werkloosheid, met achterstelling, met armoede. En dus is mijn oproep aan de collega's om niet alles af te schuiven op de verantwoordelijkheid van het onderwijs en mijn oproep aan u en de regering, mevrouw de minister, om vooral te stoppen met de import van kansarmoede. Want dat is waar zowel de Vlaamse als de federale regering op dit moment in gebreken blijven. Mevrouw Krivits. Dank u wel, collega's. Ik zal starten, ik was niet van plan, maar ik ga het toch doen, maar toch in te gaan op de laatste opmerking, collega Janssens. Het is niet omdat dat je thuistaal niet het Nederlands is, het is niet omdat je ouders omdat je een studietoelage krijgt en het is ook niet omdat je mama geen diploma heeft dat je geen of minder waard zou zijn dan andere kinderen. Nee. Ieder kind is wat mij betreft op school evenveel waard. En collega's, ik ben het met een aantal opmerkingen die hier gegeven zijn absoluut eens. Ten eerste, we moeten samenwerken. De lokale besturen zijn een sleutel om ervoor te zorgen dat gezinnen kansen krijgen, emanciperen. Ik durf niet zeggen uit armoede gehaald worden, want dat klinkt zeer missionarisachtig, van we zullen het voor hen regelen. Je moet mensen emanciperen. Dus collega De Roo, collega De Meijer heeft er ook naar verwezen, ik ben het daar zeker mee eens. En we investeren ook in die hefbomen. Collega Van Deurzen is bezig met de opmaak van een decreet om vanuit kind en gezin te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat het naschoolse aanbod via de regie van de lokale besturen geïntegreerd, georganiseerd wordt. Dat is een stap, collega Meuleman, in de richting van uw woord brede school. Ik heb het niet tegen een brede school, maar ik vind wel dat niet de school hier
voor alles de actor per se moet zijn. Ik vind dat hier ook de lokale besturen perfect een rol kunnen opnemen. Maar collega's en collega Meuleman verwees naar de 1-euro-maaltijden. U weet wellicht ook dat zeker onze grote steden extra middelen krijgen in functie van het aantal leerlingen dat op hun grondgebied school loopt. Dus ik vind het heel normaal dat men dan ook in functie van het profiel van de stad of van de gemeente aanvullend extra initiatieven gaat nemen die jongeren en die kinderen gaan versterken. Collega De Meijer, ik ben het eens met uw opmerking als u zegt de 6 middelen moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Ik heb vroeger al gezegd dat ik het eigenlijk moeilijk te aanvaarden vind dat die extra middelen gebruikt zouden worden om bijna allemaal te investeren in scholenbouwprojecten. Dat je de meer middelen die je krijgt moet investeren in het versterken van kinderen. Wat nog niet gezegd is door geen van de collega's en waar jammer genoeg bij de opmaak van het decreet waarin de 6 middelen geregeld zijn geen aandacht voor was, dat is voor het meten van de leerwinsten. Want dat zou natuurlijk ideaal zijn. Als je nu op geregelde tijdstippen zou een instrument hebben om winsten die leerlingen maken in het studeren, om die af te meten, zou je veel beter de good practices kunnen uitdelen en zou je veel beter weten wat werkt nu effectief bij kinderen. Onze administratie is aan het kijken of ze zo'n instrument kunnen uitwerken, want dat zou natuurlijk een grote sprong voorwaarts zijn. En dat hebben onze koepels ook gevraagd. Onder andere mevrouw Verdijk zei, het zou goed zijn als we dat kunnen meten, maar daar is bij de opmaak van het decreet niet zo fel aan gedacht. Collega's, er is nog bijzonder veel werk aan de winkel. Ik ben het daarmee eens. Ik wil zeker, collega Meuleman, de cijfers niet verbloemen of positief voorstellen. Ik heb geprobeerd om een verschil te maken tussen de criteria die wij hebben om te bepalen wie aantikt op kwetsbaarheid en daarnaast het verschil te proberen maken tussen wat men ziet op school. De kinderen met de lege brooddozen zijn niet allemaal de kinderen die aantikken op kwetsbare factoren. Dat kunnen andere kinderen zijn. Dus we moeten zorgen dat we die kinderen ondersteuning geven die dat echt nodig hebben. Collega Genee, ik had het natuurlijk verwacht van u. U denkt altijd, meer geld betekent alles is opgelost. Het gaat hierover wel iets meer dan meer geld. Het gaat over de krachten bundelen. En wat de 6 middelen betreft, collega's, het regeerakkoord, we hebben het daar al heel vaak over gehad, doet geen enkele afbreuk aan het feit dat wat de omkadering betreft er zeker extra ondersteuning nodig is en heeft de gedachte geuit dat we zouden kunnen evolueren naar meer gelijkheid. Maar dat betekent niet, collega Genee, en ik heb dat al meermaals gezegd in het parlement, dat ik daarvoor ook maar 1 euro bereid zou zijn om weg te nemen van de plaatsen waar de middelen vandaag terechtkomen. Dus collega's, veel werk aan de winkel, maar ook een aantal positieve punten. En zeker het meest positieve was voor mij het rapport gisteren, waar we zien dat de inspanningen die we als regeringen, niet alleen deze, maar ook de vorige regeringen, leveren om kinderen toe te leiden naar een diploma, dat deze inspanningen wel renderen. En de beste manier om ervoor te zorgen dat de volgende generatie niet opnieuw kinderen op school krijgt die extra kwetsbaar zijn, is ervoor te zorgen dat de kinderen die vandaag op school zitten meer kansen krijgen dan hun ouders. Als uitsmijter, collega's, omdat sommigen dat ook zeggen van we zijn niet ambitieus genoeg, het onderzoek dat we vorig jaar gedaan hebben, Education at a Glance, daaruit blijkt dat 90% van onze jongeren in Vlaanderen hetzelfde of een hoger diploma halen dan hun ouders. Dus zeg mij niet dat scholen niet ambitieus zijn. Scholen investeren net in die emancipatie ook van hun leerlingen. En we zullen daar, zoals het goede beleidsmakers betaamt, proberen nog een tandje in bij te steken, samen met alle leerkrachten in het veld. Dank u wel. Mevrouw Meuleman, opmerking. Ja, mevrouw de minister, laat ons toch niet vergeten dat deze Vlaamse regering ook echt een aantal maatregelen heeft genomen die kinderen in armoede moeilijker hebben gemaakt. U zegt, ja, samenwerken met de gemeentes, dat moeten we doen. Maar u heeft bespaard op het flankerend onderwijsbeleid dat de rest net moest voor zorgen dat inderdaad gemeentes hefbomen in handen hadden om armoede aan te pakken. U heeft heel erg bespaard op werkingsmiddelen, wat het moeilijker en duurder maakt op school. U heeft de maximumfactuur verhoogd, wat betekent dat ouders meer moeten betalen voor school. En er zijn ook heel wat projecten afgeschaft, goede projecten, zoals de PIO-projecten, bijvoorbeeld, mevrouw de minister. Dus ik denk dat de Vlaamse regering meer kan doen. U kan meer doen, minister Homans kan meer doen. En ook in onderwijs kan het echt wel anders. Meneer De Meijer. Voorzitter, collega's, mevrouw de minister, ik eindig waar ik begonnen ben bij bestrijding van kansarmoede. Zijn zowel werk, wonen, welzijn
als onderwijs in het geding. Maar de gecoördineerde aanpak moet komen van de minister van kansarmoede. En vandaar moeten er nieuwe impulsen uitgaan. Dank u. Mevrouw de burgemeester. Dank u. Mevrouw de minister, laat ons eerlijk zijn. Die extra geld, en mevrouw Genee, extra geld is geen garantie voor het wegwerken van armoede. En uit dat verslag van het Rekenhof, zoals u zelf aanhaalde, moeten we inderdaad durven bekennen dat het werkingsbudget misschien niet altijd gebruikt wordt zoals het hoort. Hè. En dat we moeten dat durven gaan onderzoeken en nagaan. Want ik denk dat het belangrijk is dat het geld gebruikt wordt om leerlingen te ondersteunen, zodat ze een diploma kunnen halen. En we hebben het deze morgen nog in de krant gelezen. Een diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt. En ik benadruk het nog eens. Het diploma is het beste wapen tegen armoede. Dank u. Dank u wel. Volgende actuele vraag is van Paul Cordy en Hilde Krevits. En die gaat over de tips van het onderwijsblad Klassen omtrent leerlingen die de Ramadan volgen. En Chris Janssens over de Ramadan-tips van het onderwijstijdschrift Klassen. Meneer Cordy. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, geachte collega's. De examens staan voor de deur. En dat is voor scholieren en studenten altijd een moeilijke periode. Maar dit jaar vallen de examens ook samen met de Ramadan. En voor die moslimstudenten en scholieren die beide willen doen, is dat natuurlijk een zware opgave. Vasten en studeren is misschien goed voor monniken, maar voor de doorsnee jongeren lijkt me dat toch wel iets dat niet altijd even vanzelfsprekend is. In het tijdschrift Klasse verschenen een aantal tips van een inspecteur van de islamitische godsdienst om daarmee om te gaan, om met die hoe scholen met die leerlingen kunnen omgaan. Een aantal tips rond hoe ga je om met de middagpauze, kunnen leerlingen sneller naar school, van de school weggaan enzovoort. Alleen de focus van die tips was niet altijd even duidelijk. Lag de focus op het faciliteren van de Ramadan dan wel op het behalen of het succesvol doorlopen van een examenperiode? En dat accentverschil is toch wel niet onbelangrijk. De eerste opdracht van scholen is natuurlijk om ervoor te zorgen dat leerlingen vorming en opleiding krijgen en op een succesvolle manier ook examens kunnen afronden. Vandaar mijn vraag, hoe gaat u erover waken dat er geen uitzonderingsmaatregelen komen, maar dat vooral de focus wordt gelegd tijdens de examenperiode op het succesvol afronden van die examens, er ook rekening mee houdend dat leerlingen altijd de mogelijkheid hebben om een ramadanperiode later in te vullen. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, in de ban van de ramadan, dat lijkt wel deze dagen het devies van de Vlaamse regering te zijn. Er is het grootschalige ramadanfestival hier in Brussel, gesubsidieerd met cultuurgeld van minister Gats. Eergisteren was dan minister-president Geert Bourgeois naar jaarlijkse gewoonte aanwezig op een islamitische iftar. En nu wordt er vanuit uw diensten zelfs aanbevelingen gedaan aan scholen om kinderen die aan de ramadan deelnemen, om die zoveel mogelijk tegemoet te komen. En die aanbevelingen zijn inderdaad te lezen op klasse.be, een website van de Vlaamse overheid. En ik citeer enkele aanbevelingen. Richt een apart pauzelokaal in waar niet gegeten of gedronken wordt. Laat de moslimleerlingen naar huis gaan zodra hun examen klaar is. En wat mij betreft de strafste in mijn ogen, vraag leraren of leerlingen om moslimleerlingen niet onder druk te zetten door hen eten of drinken te willen geven. Mevrouw de minister, ik stoor mij aan deze aanbevelingen, net als aan alle andere initiatieven van de Vlaamse regering om de Ramadan te ondersteunen of zelfs hier in Vlaanderen te promoten. En ik stoor mij daaraan niet omdat ik verdeeldheid wil zaaien of omdat ik mensen minder waardig zou vinden, zoals u mij met een klassiek verwijt en goedkoop verwijt altijd naar het hoofd probeert te slingeren. Maar ik stoor mij daaraan omdat via deze Vlaamse regering de Ramadan zodanig wordt geïnstitutionaliseerd. U maakt van religie een publieke zaak. U islamiseert daarmee onze samenleving. U moedigt inderdaad aan dat onze samenleving en in dit concreet geval onze scholen zich aanpassen aan de islamitische voorschriften. En dus is mijn vraag, mevrouw de minister, waarom heeft u het toegestaan dat deze tips, deze aanbevelingen gepubliceerd worden op een website van de Vlaamse overheid? En waarom bent u het blijkbaar niet met mij eens dat het niet past om islamitische voorschriften op te dringen aan onze scholen? Mevrouw Krevits.
Dank u wel, collega's. Misschien eerst een kleine verbazing bij mezelf. Op 2 juni 2016, dus vorig jaar, collega's, heeft klasse de krak dezelfde tips als deze die dit vorige week of een paar dagen geleden verstuurd zijn, ook op dezelfde wijze verspreid via de website. Ik heb toen niemand gehoord. Mijn collega Cordy zat nog niet in het parlement. Voilà, en hij heeft waarschijnlijk op dat moment ook het tijdschrift niet gelezen. Maar meneer Janssens, ik heb u ook niet gehoord op dat ogenblik. Dat zijn tips die klasse zelf verspreidt en waar men nu, omdat opnieuw de Ramadan gelijk loopt met de examens, waar men gezegd heeft, oké, we zullen dit jaar diezelfde tips met de link naar hetzelfde website gebeuren nog eens doorsturen naar de scholen. Dus hier voel ik een beetje, misschien heeft dat met de hitte te maken, selectieve verontwaardiging, vorig jaar niets en vandaag is het plots een majeur probleem. Ten tweede, collega's, ik zal wel duidelijk zijn en collega Janssens, ik zal het nog eens zeggen aan u, want ik heb het al een paar keer gezegd, deelnemen aan de vasten kan niet als argument gebruikt worden om niet deel te nemen aan examens. Ja? Dus laat me daar heel duidelijk over zijn. Bovendien, de tips die u selectief citeert, die vermelden helemaal langzonder dat, collega Cordy heeft er wel naar verwezen, dat de vastenperiode ook uitgesteld kan worden tot na de examens. We hebben contact opgenomen met het moslim-executief, omdat tot mijn verbazing, tot vandaag, ik nog geen communicatie gezien had van het executief zelf, dat die een communicatie die vrij verspreid zou moeten worden, waarbij jongeren ook effectief van het executief de boodschap krijgen, je kunt gerust uw vastenperiode uitstellen. Wel, collega's, ik heb ze ondertussen. Ze is verspreid, dus ook het moslim-executief zal doet op dit ogenblik een actieve communicatie naar alle jongeren om te melden dat de vastenperiode gerust uitgesteld kan worden. En dat is wat mij betreft, collega's, een correcte boodschap. Maar dat neemt niet weg dat scholen die geconfronteerd worden met jongeren die toch deelnemen, perfect en autonoom een aantal maatregelen kunnen nemen. In het verleden heb ik hier al gezegd, er zijn scholen die de examens systematisch 's morgens organiseren. Maar de school waar ik school heb, in Torp, doet dat ook. En dat heeft helemaal niks te maken met geloofsrichtlijnen, maar heeft alles te maken met het feit dat men ervan uitgaat dat jongeren makkelijker examens maken in de voormiddag. Maar dat is de volle autonomie van de scholen. En collega Cordy, de tips van het tijdschrift Klasse zijn niet door mij opgemaakt, niet door mij gestuurd. U weet dat Klasse een volledig autonoom statuut heeft. Zijn geen omzendbrief naar de scholen. Scholen zijn volstrekt vrij om daarmee om te gaan zoals ze willen. Maar voor mij als minister, en ik zal het nog eens herhalen voor alle duidelijkheid, staat het als een paal boven water dat die vasten nooit, maar ook nooit in geen enkel opzicht een argument kan zijn om niet deel te nemen aan de examens. Omgekeerd is het absoluut wel mogelijk om je vastenperiode tijdelijk op te schorten of uit te stellen, net omwille van de examenperiode. En de executieve heeft dat ook zo pas bevestigd, dat dat absoluut een geoorloofde wijze van werken is. Ik hoor die. Ja, laat mij zeggen dat ik blij ben met dat advies van de executieve, van de moslim-executieve, want inderdaad, we moeten er toch op focussen dat leerlingen zich op school goed van hun taak kunnen kwijt, dat ze hun examen kunnen doen, dat ze daar op een goede manier ook school kunnen lopen. Nu, we horen ook dat Ramadan door steeds meer jongere kinderen wordt gevolgd. En dat is niet overal zo. En scholen gaan daar, denk ik, ook wel zeer verstandig mee om. De vraag is alleen, moeten we daar ook niet aandacht hebben als het over jongere kinderen gaat? Die gaan laat slapen, laat eten. Als we daar de focus toch graag leggen in het onderwijs op gezonde eten, eetgewoontes, gezonde voeding, dat we daar toch aandacht hebben voor het welzijn en het welbevinden van die kinderen. Meneer Janssens. Dank mevrouw de minister. Ik neem uw suggestie uiteraard ter harte om hier in het parlement wat meer vragen te stellen over de islam en de moslims. Ik ben blij dat u daarvoor vragende partij bent. Maar in elk geval, mevrouw de minister, om die Ramadan nog eens te kaderen, laat mij nog een citaat geven. Degene die publiek gekend als moslim het vaste verbreekt tijdens de periode van de Ramadan zonder door de religie toegelaten reden, wordt bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 6 maanden, als ook met een boete.
Dat is artikel 222 van het Marokkaans strafwetboek, mevrouw de minister. En dus, terwijl uw diensten richtlijnen geven voor een voorkeursbehandeling voor kinderen die meedoen met de Ramadan, worden in moslimlanden mensen als crimineel in de cel gegooid omdat zij overdag bij snikhete temperaturen zouden durven drinken. En dus had ik liever van u, van uw administratie, van uw diensten gehoord dat men in de plaats van leraren en leerlingen aanmaand om moslims geen drinken of eten aan te bieden, had ik liever van u gehoord welke initiatieven u neemt om kinderen, inderdaad vaak jonge kinderen, die wel een glas water willen drinken tijdens de dag, om die te beschermen tegen de groepsdruk, tegen de islamitische druk, wie om aan de Ramadan deel te nemen. Aan te sluiten. Wenst iemand aan te sluiten? Kennis. Dank u, voorzitter. Telkens er ergens iets geschreven wordt over islam of Ramadan, moet het blijkbaar aanleiding geven tot parlementaire vragen, toch een beetje bizar. Iedereen weet dat de combinatie van examens, hitte, stress en vaste niet evident is. En ik denk dat het dan ook goed is dat er tips worden gegeven. Tips, geen richtlijnen, geen bevelen, geen opdrachten, maar gewoon tips om met die problematiek om te gaan. En de minister heeft terecht verwezen naar de verantwoordelijkheid van de scholen om daar zelf keuzes in te kunnen maken, om daar zelf op een goede manier op te kunnen inspelen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken wat schrijft het executief van de moslim in zijn persbericht. Zij zeggen uitdrukkelijk, gezien het belangrijk en prioritair is dat de studenten in hun examens slagen. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Het is zeer cruciaal dat leerlingen op een goede manier kunnen deelnemen aan die examens en dat er aandacht is voor hun welzijn en hun gezondheid. En dat is eigenlijk, denk ik, het enige waar dit allemaal over gaat, namelijk ervoor zorgen het welzijn van de leerlingen en hun succes in de examens. Ja, ik sluit mij aan bij de verbazing van de minister over de actualiteitswaarde van een dossier van 2016. Er waren ook al tips in 1999, er waren al tips in 2003 en tips in 2015. Ik lees nergens, voorzitter, collega's, voorkeursbehandelingen. En de insinuatie dat de minister zomaar zou moeten ingrijpen in een blad dat gekend staat in onderwijs en ver daarbuiten en ver buiten onze regio, tot een blad dat in alle onafhankelijkheid kan werken, dan hoor ik eigenlijk een oproep om dat te maken tot een propaganda-instrument. Wat het wel moet doen, dat doet het ook, dat is informatie en kennis geven. En ik hoor hier niemand actuele vragen stellen als klasse schrijft over bar mitzwa. Ik hoor niemand als er tips of informatie over het lentefeest komt over het heilig vormsel. Dus ik kan me inderdaad niet ontdoen dat als het woordje Ramadan ergens verschijnt of suikerfeest, dat het dan de trommel wordt bovengehaald van nog een keer in de media te kunnen komen en te kunnen bashen, terwijl dat het samenhang tussen de Vlaamse inwoners van welke afkomst dan ook niet vooruit gaat. Hockewit. Dank u wel, collega's. Veel commentaar voor iets wat eigenlijk geen grote heisa of commentaren behoeft. Voor mij is bijzonder positief dat de executieve zelf, aanvullend op of gelijktijdig ongeveer met klassen, een duidelijke richtlijn heeft meegegeven waarin gesteld wordt dat het, zoals de collega's ook zeggen, dat het allerbelangrijkste is, collega Kennis, dat de jongeren slagen en dat ze zeker ook die Ramadan kunnen, of de vastendagen kunnen inhalen later. En dat is wat mij betreft een zeer geruststellende gedachte, omdat het van het executief zelf komt. Net zoals trouwens, collega's, het executief zelf is dat ook het vasten voor zeer jonge kinderen een zeer slecht idee vindt. Ik ben daarover al eens ondervraagd in het verleden. Ik wil dat hier gerust ook herhalen, dat ik dit een bijzonder slecht idee vind en dat het echt belangrijk is als scholen signalen opvangen dat zeer jonge kinderen toch mee zouden vasten om het CLB in te schakelen en ook zodat de nodige hulpverleningskanalen kunnen ingeschakeld worden. Soms hebben we al situaties meegemaakt waarin ouders het niet weten dat de kinderen toch mee willen vasten. Dus het is van belang dat daar heel kort op ingegrepen wordt. Maar collega's, ik hoop dat het iets frisser wordt de komende dagen en misschien ook iets minder dorstig weer wordt. Dat zal denk ik alle gemoederen in Vlaanderen ook veel deugd doen. Dank u wel. Wat? Volle opmerking, meneer Cordy. Ja, ik neem een klein beetje aanstoot aan het feit, als zou het hier om moslimbarsen gaan, het gaat hier inderdaad. Ramadan is een vrij ingrijpende gebeurtenis voor mensen die eraan deelnemen en we moeten daar toch kijken dat daar de juiste accenten worden gelegd.
Ik wil één ding zeker benadrukken in dit debat. Godsdienstvrijheid is een grote waarde. Ooit door Frederik de Grote heel krachtig geformuleerd als jeder zal nach seiner façon zelig werden. Maar bij diezelfde Frederik de Grote kwam vrijheid en verantwoordelijkheid steeds hand in hand. Ik denk dat we er moeten op letten dat individuele vrijheid, persoonlijke vorming, maatschappelijke plicht en religieuze beleving, dat die steeds in evenwicht kunnen blijven. En misschien is dat ook een mooie Ramadan-tip die ik aan alle leerlingen zou willen meegeven. En wat ik vooral wil doen, dat is alle leerlingen zeer goede, succesvolle examens toewensen. Meneer Janssens. Mevrouw de minister, de collega's die verbaasd zijn over de actualiteitswaarde van deze vraag hebben blijkbaar de voorbije dagen de journaals en de kranten gemist en de onevenredig grote aandacht die er aan de Ramadan is gegeven in vergelijking met andere godsdienstige feesten. En mevrouw de minister, ik vind het wel belangrijk om dit hier keer op keer in het parlement aan bod te brengen, omdat de Vlaamse regering doof en blind blijft voor de problemen die met islamisering gepaard gaan en ze zelfs nog, wat betreft het faciliteren van de islam, telkens een versnelling hoger schakelt. En wat mij betreft is het een grote vergissing om de islam zo welwillend en met zoveel naïviteit tegemoet te treden. Want die Ramadan, ik verwijs nogmaals naar het Marokkaans strafwetboek, is niet zomaar die blijde, vrolijke, multiculturele gebeurtenis en een gezellig samen zijn. Nee, mensen worden er voor in de cel gegooid als ze er niet aan deelnemen in moslimlanden. En dus, mevrouw de minister, zijn dergelijke voorschriften in onze scholen niet nodig. De enige stelregel die u en uw administratie moet hanteren is onze scholen, onze regels en dus geen voorkeursbehandeling voor islamitische leerlingen. Volgende actuele vraag is van Karin Brouwers en Ben Wijs, Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Wijken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn. En die gaat over het dalend aantal reizigers bij De Lijn. Ja, meneer de minister of de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn, de achtbare heer De Scheemaker het nu leuk vindt of niet. Ik heb vandaag een vraag klaar over De Lijn. Ja, gisteren vond meneer De Scheemaker blijkbaar dat wij te veel kappen op De Lijn vanuit deze eerbare instelling. En ik vind niet dat dat eigenlijk kan. Ja, toch wel. Er was een vraag van mij bij mevrouw de Ridder. Maar los daarvan. Ik vond dat het niet kon. Ik zal maar beginnen met mijn vraag, want het begint hier te lopen. De tijd. Dus, ja. Gisteren werd het jaarverslag van De Lijn voorgesteld door diezelfde heer De Scheemaker. Heel positief, tiental positieve punten. En het belangrijkste lijkt mij dat de kostendekkingsgraad, waar we het hier jaren over gehad hebben, jarenlang, die altijd bleef circuleren ergens rond een schabouwelijke 15%, dat hij nu eindelijk de magische grens van 20% overschreden heeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want ik kap hier niet op De Lijn. Ik vind De Lijn belangrijk. Het moet een efficiënte en performante organisatie zijn ten voordele van de reizigers. En daar hoort ook een goed, degelijk financieel beheer bij. Dus je hoort me daar niets over zeggen. Iets anders dat natuurlijk wel in het oog viel, dat was de 11 miljoen reizigers. Dat is een fenomenaal aantal die er vorig jaar verloren zijn. Het is nog nooit zoveel geweest. Nu je begint dan na te denken, ah ja, we hebben natuurlijk in september 2015 het gratis busabonnement voor senioren afgeschaft en waarschijnlijk hebben we dan in 2016 daar het volle effect van gehad. Maar ik wil dat hier toch wel eens horen, dat het dat effectief is en dat dat de enige reden is waarom De Lijn zoveel reizigers zou verliezen. En de meer algemene vraag, meneer de minister, is natuurlijk in tijden van files waar iedereen stilstaat, waar iedereen smeekt om een modal shift, welke maatregelen u gaat nemen samen met De Lijn om meer reizigers terug aan te trekken bij De Lijn? Minister Weitz. Wel, dank u en ben blij dat u ook positief benadert, want ik zie dat sommigen al focussen op het zogenaamde verlies van die 11 miljoen ritten. Eén, in perspectief geplaatst, het gaat over 508 miljoen ritten, wat men noemt dan reizigers in totaal. Dat zijn natuurlijk ritten, reizigers in totaal. Maar bovenal wordt natuurlijk vergeleken met vorige periodes waarbij dat men opgeblazen cijfers gebruikte. Waarbij dat men alle gratis abonnementen die heel kwistig werden uitgedeeld,
dat men daar uitging van fictieve aannames, dat men zei in stedelijke omgeving dat men rekende voor elk van die gratis abonnementen dat men 90 ritten aanrekende. En zo kwam men natuurlijk tot heel opgeblazen cijfers. En heel eenvoudig, een mooie truc, als je kampt met het dalend aantal betalende abonnees, dan geef je gewoon een beetje meer gratis abonnees en uiteindelijk worden je cijfers zo mooi opgekrikt. Dus dat is een complete vertekening van de werkelijkheid. Ik ga liever uit van reële cijfers. En die reële cijfers, die zijn positief. Want als je kijkt naar het aantal betalende gebruikers, het aantal betalende reizigers, dan gaan we in 2014 gaan we van 469 miljoen naar 508 miljoen vandaag. En dat is een stijging met 8%. Ten positieve, dus 8% in vergelijking met 2014, 8% betalende reizigers erbij. U verwijst zeer goed ook naar het gezonder maken van de lijn, want iedereen die het goed voor heeft met het openbaar vervoer en dus ook met de lijn, zou moeten meesupporteren voor het gezonder maken van de lijn, dus het verhogen van die kostendekkingsgraad. We zijn vertrokken in 2014 van 15%. Op 2 jaar tijd zijn we al gegaan naar 20% kostendekkingsgraad. En 3, er zijn nog altijd problemen met de stiptijd. Absoluut. Maar ook daar een positieve evolutie. Mag ik nog eens zeggen? Een positieve evolutie in die zin dat we stappen vooruit hebben gezet en mogen er zeer graag veel meer zijn. Maar ik vergelijk opnieuw met 2014. Toen zaten we onder de 50%. Nu zitten we op 55%. Op 2 jaar tijd vooruitgang met 5%. Positief. Als je toch het goed voor hebt met de lijn en met het openbaar vervoer, dan zou ik ook daarop focussen. Maar er zijn nog problemen. We investeren meer in de doorstroming. Terecht, heikel punt. We gaan het budget voor de doorstroming verdubbelen. Namelijk slimmere verkeerslichten die voorrang geven aan het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld, we zorgen ook voor een verbetering van het comfort en van het aanbod. Het investeringsbudget van de lijn stijgt van 170 miljoen euro in 2014... naar 300 miljoen euro dit jaar. Allemaal positieve elementen. En we willen dus werken met eerlijke cijfers, eerlijke financiering en een eerlijk beleid met eerlijke ambities. Namelijk een beter openbaar vervoer en betaalbaar, zowel voor de belastingbetaler als voor de gebruiker. Mevrouw Brouwers. Oké, dank u wel voor uw antwoord, meneer minister. Als het inderdaad zo is dat we nu dit even moeten slikken, omdat de gratis abonnementen eruit zijn die ook werden geteld aan 90 ritten per maand, dan hoop ik dat we volgend jaar terug een positievere trend zien. We zullen dat dan bekijken. In elk geval, u heeft ons wel op een bepaald moment zelf een beetje op een verkeerd been gebracht. Vorig jaar, in januari 2016, toen het pas was ingegaan, het betalend maken voor de senioren, is er een cijfer vermeld van, er zijn al 335.000 senioren die nu zo'n betalend abonnement hebben gekocht. Maar als ik dan nu lees in het persbericht van de lijn, gaat het maar over 323.000 meer. Dus er zijn allicht ook al wat senioren die afgehaakt hebben of overgeschakeld zijn op een 10-rittenkaart, omdat het voor hen persoonlijk goedkoper uitkomt. En zo. Ik denk dat we dat wel eens allemaal nader moeten bekijken. En ik heb toch nog wel een vraag. Is het dan nu zo dat de berekeningswijze van de aantallen gewijzigd is of zo? Iemand die nu een gewoon abonnement heeft, die wordt wel nog altijd gerekend aan 90 ritten per maand. Dat is zo. Wens iemand aan te sluiten. Meneer de Klerk. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, meneer de minister, ik zou nog even willen verder gaan op de stiptijd. Dit vind ik eigenlijk cruciaal naar de toekomst. Willen we inderdaad meer mensen verleiden om die stap van het private wagenvervoer te stimuleren naar het openbaar, het collectief vervoer. Ik denk dat dat een fundamenteel is. En oké, inderdaad, het stijgt. Hè. Dus dat is positief. Maar we zitten nog maar aan 5%. Dat moeten we ook durven zeggen. Inderdaad, het stijgt. Positief. Feiten zijn feiten. Maar 5%, meneer de minister, met de investering die wij doen als samenleving in de lijn, daar mogen we hogere cijfers van stiptijd gaan vervangen. Verwacht zeker in tijden van combimobiliteit, waar we juist ook de goede afstemming tussen een bus, dan een tram, dan naar de trein, hè, dat dan een keer een minuut te laat komt tot daar. Maar als dat oploopt, ja, dan kun je aan die schakel al rap ooit een uur verliezen en dan word je niet verleid, dan is dat geen alternatief, want daar is het mij om te doen. Ook in tijden
meneer de minister, van evolutie naar een tarief-etiketintegratie. Moet dat beter? Dus de bijkomende vraag, wat gaat u concreet doen om die doorstroming in functie van stiptijd van een betrouwbaar alternatief te verhogen? Het stijgt, maar we moeten meer ambitie hebben. Meneer Van den Broeken. Ja, dank u wel. Meneer minister, ik zou willen vragen om te stoppen met creatief cijferwerk het licht van de zon proberen te ontkennen. Kijk naar het resultaat van onderzoek dat u zelf heeft gefinancierd. Het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Vlamingen. En daaruit bleek dat het aandeel van bus en tram op een paar jaar tijd met 20% gedaald is. Kijk naar de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Daaruit blijkt dat sinds uw aantreden de file-druk in Vlaanderen gestegen is met 17%. Vandaag staan mensen stil op plaatsen en tijdstippen waar ze een paar jaar geleden niet stil stonden. En ik zou dus willen vragen om te stoppen met flauwe woordspelingen en creatief cijferwerk. Ik verwacht van u een antwoord op de reden waarom het de verkeerde richting uitgaat, wat u gaat doen om inderdaad de mensen wel te verleiden om het openbaar vervoer te nemen. En ik zou ook willen vragen om meneer de scheenmaker te zeggen dat hij geen 18.000 euro per jaar krijgt om de raad van bestuur van de lijn voor te zitten, om politici en mensen de mond te snoeren die zich zorgen maken op openbaar vervoer, maar dat hij zelf ook een keer moet nadenken over hoe zijn bedrijf, waar hij voorzitter van de raad van bestuur is, ervoor gaat zorgen dat ze meer klanten kan werven in plaats van minder. Meneer Zalska. Ja. Voorzitter, meneer de minister, het wordt tijd dat u eigenlijk terugkeert uit Wonderland. Want u loopt rond in Wonderland en u ziet fantastische prestaties bij de lijn, terwijl iedereen die dit dossier volgt in het parlement, en meneer Kesteloot is zo eerlijk geweest om vorig jaar hier in het parlement bij de dalende reizigersaantallen echt wel de vinger op de wonden te leggen. Hij had het toen over de besparingscontext waarin hij moest werken. Staat in het verslag in dit parlement. Dus met andere woorden, meneer de minister, en misschien kan uw partijgenoot meneer de Scheemaker ook mee uit Wonderland nemen. Op het moment dat de kwaliteit achteruit gaat, dat de stiptijd achteruit gaat, dat eigenlijk het ticket duurder wordt, dat de abonnementen duurder worden. Trouwens, abonnementen die u ook niet reëel meet, daar worden ook forfaits aan toegekend. Heeft meneer Kesteloot vorig jaar in dit parlement gezegd. Dan wordt het tijd dat in plaats van te zeggen, kijk eens hoe goed we bezig zijn, verwacht ik van de minister dat hij voor de spiegel gaat staan en zichzelf de vraag stelt, hoe kan ik dit keren? En dat is de enige vraag die u zich moet stellen. Hoe gaat u dit keren? Mevrouw de Meers. Ja, dat lijn in de jaarresultaten zegt dat de kostendekkingsgraad gestegen is naar 20%. Dat is uiteraard goed, maar ik wil wel opmerken dat dat nog altijd een van de laagste kostendekkingsgraden is in Europa. Nu, een belangrijkere vaststelling die ik zag in het jaarresultaat, en die zeer verontrustend is eigenlijk, is dat het aantal betalende ritten niet significant stijgt. En mijn collega's zeiden het al, de files stijgen wel significant momenteel. En dat komt natuurlijk omdat de lijn onvoldoende garanties geeft voor een veilig, comfortabel en een vlotte, betrouwbare oplossing, een verplaatsing met bus of tram. Nochtans krijgt de lijn daar bijna 1 miljard subsidies voor om dat te organiseren. En dat is toch een gigantisch bedrag, als je het mij vraagt. En dan mogen we toch wel verwachten dat er iets gedaan wordt aan die overvolle trams en bussen, ranzige bushaltes, pre-metrostations, zwartrijden. De stiptijd moet verbeteren, het comfort moet verbeteren en vooral het moet veilig worden. Meneer de minister, de Vlamingen smeken u om een alternatief voor die ellenlange files die ze moeten trotseren met de wagen. Doe daar iets aan. Zorg voor dat veilig en stipt comfortabel alternatief. Dank u, collega's. Ja, het moet vermoeiend zijn die focus te blijven leggen op wat in het verleden altijd misliep. Ik kan alleen maar vaststellen dat nu onder deze legislatuur de investeringsbedragen wel degelijk fundamenteel stijgen. De kostendekkingsgraad voor de eerste keer fundamenteel stijgt. Er in Antwerpen maar liefst een capaciteit van een aantal plekken op trams bijkomt van 40%, van 30.000 naar 42.000 zitjes. En wat dan finaal die verdwenen, mysterieus verdwenen reizigers betreft, die werden met de abonnementen meegerekend, die is er al gezegd voor de minister, aan 90 ritjes per maand stedelijk gebied. Weet u wat het is in Nederland, wat men daar doet? Daar rekent men identiek voor stedelijke omgevingabonnementen de helft, 40, 47 ritjes per maand voor stedelijke abonnementen. Dus qua lucht die er in de cijfers zit, kan dat tellen. Mijn vraag aan u, meneer minister, zo snel mogelijk rekening houden met de werkelijke Retibo-cijfers die we krijgen, zodat we eindelijk komaf kunnen maken en verlost zijn
van die goedkope, misleidende schoten voor de boeg en kunnen focussen op wat we beter doen. En dat is investeren in ons openbaar vervoer, wat dringend ook noodzakelijk is. Minister Wijd. L1. We willen werken met eerlijke rekeningen, eerlijke cijfers. En vanaf nu kunnen we dat ook op basis van het RETIBO-systeem, waarbij dat vanaf nu ook in plaats van te werken met abonnementcijfers en virtuele ritten, ook al ligt dat abonnement misschien in de schuif, of dat nu gaat is over een betaald abonnement of een gratis abonnement, maar op basis van reële ritten die gemeten worden, omdat men nu een kaart heeft, als men een abonnement heeft, een kaart heeft die dat men moet gebruiken, waardoor ook al elke rit wordt geregistreerd. Vanaf volgend jaar gaan ook de tickets meezitten in dat systeem en hebben we eindelijk klaar, clear-cut, eerlijke cijfers in plaats van opgepompte, opgeblazen cijfers waarmee dat we kunnen werken. 2, de doorstroming. Wel, we hebben de doorstroming en de financiering voor doorstromingsmaatregelen verdubbeld. We gaan van ongeveer 17 miljoen euro naar over de 30, ik denk 32 miljoen euro. Dus dat is een fikse investering waarbij dat prioriteit wordt verleend aan het openbaar vervoer. En 3, meneer Van den Broeke, ik heb u eerlijke cijfers gegeven waaruit blijkt dat in zaken stiptijd, in zaken kostendekkingsgraad, in zaken het aantal betalende reizigers, we op 2 jaar tijd altijd vooruitgang hebben geboekt. En zal ik u eens confronteren met andere eerlijke cijfers. Als u denkt toch deze regering de les te moeten spellen, dan kan ik u verwijzen naar de periode waarin dat uw partij mee het beleid heeft bepaald op mobiliteit met collega Van Brandt. Terwijl in 2009 waren er 436 miljoen betalende reizigers. In 2016 nu 508 miljoen. Dus een toename van het aantal betalende reizigers met maar liefst 17%. Een positieve vooruitgang. In zaken kostendekkingsgraad zat u in die periode onder de 15%. Wij zitten op 20%. In zaken investeringen. Hè, u zegt dat u het goed voor heeft met het openbaar vervoer. Wel, in zaken investeringen onder socialistische minister, dan zaten we nog niet per jaar nog niet op een 150 miljoen euro. Wij zitten nu aan een investeringsritme van 300 miljoen euro. Dat is het dubbel. Dus we hebben van u zekere lessen te leren. Dat zijn dan slechte lessen die we niet gaan volgen. Mevrouw Brouwers, tot opmerking. Ja, meneer de minister. Het is zeker niet allemaal kommer en kwel. Ik heb dat ook heel duidelijk gezegd. Maar die daling is zeer fors. En u wijt dat inderdaad aan een deel van de gratis abonnementen die er nu niet meer zijn. Maar er blijven knipperlichten. Hè. Het is juist wat hier gezegd wordt rond de stiptijd. Het is niet omdat het met 5% gestegen is. Het is nog altijd ongeveer 1 op de 2 bussen of trams die te laat komen. Dit kan natuurlijk niet. Daar is de lijn niet alleen, want ik ga niet kappen op de lijn, niet alleen verantwoordelijk voor. Dat is ook een taak voor uw afdeling wegen en verkeer en voor de lokale besturen. Die moeten zorgen voor doorstroming. Dus ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is. Er zijn hier een aantal knipperlichten die branden. De collega's hebben er een aantal opgesomd. En waarschijnlijk zien we elkaar volgend jaar terug met misschien eindelijk duidelijke cijfers waar we dan voor de volgende jaren een goede basis hebben dankzij het RETIBO-systeem om van te vertrekken en om een degelijk beleid te voeren waar de lijn verder kan doen wat ze moet doen. En dat is mensen vervoeren. Want het is toch wel heel belangrijk. 1 op 6... Vlamingen, 1 op 6 gezinnen, liever in Vlaanderen, heeft geen wagen. Hè. Laten we dat ook niet vergeten. Dank u wel. Volgende actuele vraag is van Jan Bertens en Jo van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. En die gaat over het mogelijk faillissement van het commercieel zorgbedrijf Senior Assist en de gevolgen hiervan. En collega Persijn over de financiële problemen van een commerciële uitbater van woonzorgcentra. Dag Jo. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, ouderen in een rusthuis, die willen niet veel. Zij willen rustig kunnen genieten van hun oude dag, omringd door goede zorgen. Zij hebben nood aan rust en stabiliteit. Wel nu, meneer de minister, er heerst opnieuw grote onrust in de sector. En daar moet u iets aan doen, met acute maatregelen, maar ook met structurele maatregelen. Want een van de grote private uitbaters van woon- en zorgcentra in ons land staat op de rand van een faillissement.
En we hebben daar al een Nederlands voorbeeld van gekend. Meer dan 30 rusthuizen, meer dan 2000 personeelsleden, meer dan 3000 bewoners verkeren in grote onrust. Exotische financieringsconstructies, puur op winst gebaseerde businessmodellen, een kluwen van financieringsvennootschappen in allerlei belastingsparadijzen. Meneer de minister, dat is geen goede basis voor een goede, kwaliteitsvolle en stabiele ouderenzorg. Meneer de minister, hoe kijkt u aan tegen die ondoorzichtige financieringskluwen en voornamelijk, wat gaat u concreet doen om het personeel en voornamelijk de bewoners, de meer dan 3000 bewoners in die woon- en zorgcentra, gerust te stellen dat zij kunnen blijven genieten van een waardige ouderenzorg? Stijn. Meneer minister, collega's. Er is inderdaad een probleem in de rusthuissector, een belangrijke commerciële speler, de vierde in het Vlaamse land, is acuut in de problemen geraakt en ziet zich verplicht om een aantal rusthuizen van de hand te doen. Nu, het is niet de eerste keer dat de rusthuis in de problemen geraakt en in het verleden heeft een van uw voorgangers, meneer minister, de procedure Bittebier uitgewerkt om in geval van problemen, in geval van een dwingende overname, naar een zachte landing te gaan. Er wordt dan overlegd met de betrokkenen, met de speler zelf, met de vakbonden. En er wordt naar een oplossing gezocht, want inderdaad, de continuïteit en de kwaliteit van de zorg voor onze hoogbejaarden in de rusthuizen is cruciaal, is heel belangrijk. Daar moeten we met man en macht alles voor doen. Nu, in het geval dat de collega geschetst heeft, hij spreekt van onrust, maar heeft wel zijn best gedaan om een schepje erbovenop te doen, gaat het over verschillende rusthuizen. En ik heb begrepen dat u al de zorginspectie naar de 17 Vlaamse rusthuizen hebt gestuurd, dat eigenlijk de kwaliteit van de zorg helemaal niet in het gedrang is, maar toch de continuïteit van de zorg dreigt in het gedrang te komen. Vandaar mijn vraag, welke volgende stappen gaat u ondernemen om de continuïteit van de zorg in die 17 betrokken rusthuizen te garanderen? Minister van Deurzen. Collega's, ik moet antwoorden in een aantal stappen. Misschien eerst iets zeggen over de betrokken organisatie. Het gaat over Senior Assist uiteraard. Dat is geen geheim, want het staat in de media. Een organisatie die woonzorgcentra en andere voorzieningen heeft in België, in Wallonië, in Brussel en dus ook in Vlaanderen, maar ook in het buitenland. En als we kijken naar Vlaanderen, gaat het over 1017 woongelegenheden in 13 erkende woonzorgcentra, 18 woongelegenheden in 3 erkende centra voor kort verblijf, 232 woongelegenheden in 7 erkende groepen van assistentiewoningen, 81 woongelegenheden in 6 aangemelde centra voor herstelverblijf en 81 wooneenheden in 3 aangemelde groepen van assistentiewoningen. Nu, onze zorginspectie, collega's, voert eigenlijk systematisch wel een monitoring uit als het gaat over de situatie, de financiële gezondheid van onze Vlaamse woonzorgvoorzieningen. En uit die monitoring in 2016 is inderdaad gebleken dat er in een aantal rechtspersonen van de groep zich mogelijk financiële problemen zouden voordoen. Wij kunnen uiteraard niet verder kijken dan datgene wat we kunnen vaststellen in de exploitatie van de door ons erkende rechtspersonen. Maar die vaststelling heeft aanleiding gegeven tot een nieuwe inspectie, samenwerking met de organisator en ook in aanwezigheid, als ik goed ben ingericht, van een aantal verantwoordelijken van de organisatie, waarbij in alle transparantie informatie is gevraagd en ook is voorgelegd van 13 Vlaamse woonzorgcentra, de 13 Vlaamse rechtspersonen. En dus, ik benadruk, het is zeker in overleg en het is ook in alle transparantie dat men daaraan heeft meegewerkt. Nu, uit die inspectie, en die heeft plaatsgevonden in februari 2017, is gebleken dat er slechts 3 van de Vlaamse rechtspersonen in het boekjaar 16 met winst hebben afgesloten. Natuurlijk, dat is een uitspraak die we voorzichtig moeten benaderen, want als je natuurlijk onderdeel bent van een grotere groep, en dat ook dat is vastgesteld dat er heel wat verstrengelingen waren op diverse manieren, is het moeilijk om daar een algemene conclusie uit te trekken. Maar bijvoorbeeld toch is vastgesteld dat er een belangrijke eenrechtspersoon was waar toch een belangrijke vordering van de RSZ is vastgesteld. Nu, toen dat gebeurde, toen heeft men natuurlijk vanuit de zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid
de zaak zeer nauw gaan opvolgen. Er zijn in verschillende momenten vergaderingen geweest met de vertegenwoordigers van Senior Assist, met de Zorginspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook het kabinet heeft daar aan deelgenomen. En op al die vergaderingen is natuurlijk gesproken over de financiële situatie en uiteraard vanuit onze kant zeer veel aandacht geschonken en aandacht gevraagd voor de continuïteit van de werking, de zorg en de kwaliteit van het leven van de bewoners. Ik kan u ook zeggen dat ondertussen, maar ik zeg het met enige voorzichtigheid, omdat ik absoluut geen acteur wil zijn in zichzelf vervullende profetie, maar uiteraard kunt u wel begrijpen dat ondertussen door de administratie ook een noodscenario werd voorbereid. Er zijn heel wat juridische adviezen ingewonnen in die periode, om zeker te zijn dat we het ongewenste en onvermijdelijke zich voordoen, dat we in ieder geval accuraat konden optreden. En ik kan u bevestigen dat er dus een vrij uitgebreid scenario is voorbereid. De situatie zou, indien ze zich voordoet, natuurlijk echt onwel ongezien zijn in Vlaanderen. Wij zouden met vele actoren naar oplossingen moeten zoeken. En we hebben in die scenario's en de planning die wij hebben voorbereid natuurlijk steeds geredeneerd vanuit de continuïteit van de zorg en het belang ook van het personeel, de medewerkers die in die voorzieningen werkzaam zijn. Ik kan u nog zeggen dat we in mei, en dat is natuurlijk niet zo heel lang geleden, opnieuw schriftelijke vragen hebben gesteld, aanmaningen hebben verstuurd om ons het herstelplan en het perspectief op financieel vlak toch opnieuw te bevestigen en mee te delen. We hebben daar uiteraard correspondentie over gevoerd. En we hebben begrepen dat ondertussen er ook een bijzondere ondernemingsraad heeft plaatsgevonden. En dat ook is aangekondigd dat begin juni, dus in deze periode ongeveer, of begin volgende maand, alleszins, dat er wellicht een perspectief zou zijn. Om u te zeggen dat we die situatie grondig opvolgen, en wat in de krant staat is ook juist. Ook in mei hebben we dan beslist om een nieuwe inspectieronde te organiseren in alle voorzieningen. En dit keer heel specifiek vanuit de vraag rond continuïteit, maar ook vanuit het perspectief van kwaliteit van de zorg. U zal wel begrijpen dat dat voor ons in deze essentieel is. Tweede of derde punt dat ik moet inbrengen is dat we een regelgeving hebben. Er is een besluit van de Vlaamse overheid van 2009, waarin uitdrukkelijk voorzien is dat wanneer er sprake zou zijn van een vereffening of een faillissement, dat daar inderdaad een procedure moet gevolgd worden. Die regelgeving voorziet dat een mogelijke vereffenaar of curator binnen de 10 dagen na zijn aanstelling zich moet melden bij het agentschap en voorziet ook dat als betrokkenen zou overwegen om een exploitatie te stoppen, dat niet kan zonder voorafgaand overleg met de rechtbank of met de lokale overheid, OCNW, burgemeester en uiteraard het agentschap. Dus we hebben een stuk regelgeving dat zich voor dergelijke situaties toch daarover uitspreekt. Dus in deze denk ik dat ik mag zeggen dat we de zaken kort op de bal gevolgd hebben en volgen. Dat we ons ook voorbereiden, maar uiteraard is dat zeker niet het geprefereerde scenario, is het ook juist dat er regelgeving bestaat die wij kunnen benutten indien een faillissement zich zou voordoen. En opnieuw, ik spreek in zeer voorwaardelijke wijze, want ik geef u aan op welke manier de organisatie ook aangeeft met de continuïteit ook bezig te zijn en aankondigt dat daar stappen zullen ingezet worden. Maar tenslotte, op de vraag, ja, wat kan je nu doen om dat soort zaken te voorkomen, collega's? Ik denk dat wij ons in Vlaanderen moeten realiseren dat dit realiteit is waarop wij ons natuurlijk moeten voorbereiden. Hè, en waarover wij moeten nadenken. En ik verheel u niet dat bij de uittekening van het nieuwe residentiële ouderenzorgbeleid de vraag naar de financiële weerbaarheid en transparantie van voorzieningen voor mij wel een belangrijk issue is. En de casus illustreert dat misschien. Ik ben zeker niet degene die zegt, uit zo'n één situatie moet je nu een hele sector beoordelen. Dat zou ook niet correct zijn. Bovendien bestaat er op het vlak van financiële transparantie in een aantal specifieke regelgevingen ook al een en ander voor een aantal organisaties, maar het is voor mij wel duidelijk dat we dit debat zullen moeten voeren. En dat debat moet wat mij betreft gaan over, ja, met welk financieel plan begin je aan zo'n exploitatie. Maar dat gaat ook over transparantie, de integriteit van de aandeelhouders, de competenties van de bestuurders.
De zaken die met de governance-structuur te maken hebben, het inzagen in de consolidaties, in de operaties van fusie en de manier waarop de continuïteit van de voorzieningen waarin kwetsbare mensen verblijven en die gefinancierd worden met onze middelen ook gegarandeerd wordt. Transparantie rond de boekhouding, en zoals gezegd, daar bestaat natuurlijk al een en ander over. Maar het zal een debat zijn dat ik wil voeren. En ik kan u ook alvast zeggen dat ik op dat vlak zeker naar de toekomst toe in het kader van het nieuwe residentiële ouderenzorgbeleid een aantal voorstellen zal doen. Meneer Bertels. Ja, dank u wel, meneer de minister. Het laatste wat u aanhaalt is essentieel. Hè? Het is effectief een essentieel debat van hoe wij onze ouderenzorg in Vlaanderen willen organiseren. Want ouderenzorg is een, en zeker de residentiële ouderenzorg, is een belangrijke sector. Vooral sociaal, ook economisch, ook wat de werkstelling. En voor ons als SPA, wij willen voor ouderenzorg dat de doelstelling is goede, betaalbare, kwaliteitsvolle zorg verlenen. Dat moet de essentie zijn. En daarbij, meneer de minister, hebben wij geen puur op winst beluste cowboys nodig. En u zegt het zelf, essentieel is een gezonde, transparante en stabiele financiële basis. De overheid, meneer de minister, moet hier proactief een rol spelen. Vandaar ook mijn concrete bijkomende vraag aan u. U zegt zelf aan, we moeten dit debat aangaan. Meneer de minister, laat ons daar niet mee wachten. Wanneer bent u bereid om uw voorstellen ter tafel te leggen? En kunnen we het debat over de essentiële rol van de overheid, de essentiële taak van de overheid in de ouderenzorg, ter degen voeren? Niet in de toekomst, maar nu alstublieft. Meneer Persijn. Ik ben blij met het antwoord van de minister, die duidelijk de nodige stappen ondernomen heeft om deze dreigende crisis het hoofd te bieden. Ik wil toch even de vergadering herinneren aan de resolutie die hier kamerbreed in 2013 is goedgekeurd, om te gaan naar een andere financiering van de woonzorgcentra. Want het bleek dat de openbare centra, dus die door de OCMW's gesteund werden, voortdurend verlies draaien en vaak ook heel intransparant bleken. Dat de private aanbieders, de VZW's, de non-profit, dat die winst draaiden en dat de commerciële sector een lichte winst maakte per woongelegenheid per dag. Dat heeft inderdaad toen, dat is de aanzet geweest om naar een nieuwe financieringsvorm te gaan. Meneer minister, u hebt daar ook de aanzet voor gegeven. We zijn er volop aan het werken, ook in de commissie. Als er natuurlijk aanbieders zijn die duidelijk buiten de lijntjes kleuren, zoals de collega zegt, die cowboy spelen, dan denk ik dat die moeten aangesproken worden, dat de procedures moeten toegepast worden. Maar je gaat ook niet een ganse ploeg disqualificeren omdat er iemand een gele of een rode kaart oploopt. Mijn vraag naar de minister is, hoe gaat de minister concreet de procedures naar de toekomst, noem het dan een bittebierbis of noem het een procedure van deurzen, de procedures scherper afstellen, zodat we niet in dergelijke calamiteiten niet meer verzeild geraken. Wens iemand aan te sluiten. Meneer De Poorter. Meneer de minister, het Vlaams Belang is altijd wat argwanend ten opzichte van de zorgsector die volledig in handen zou zijn van privé-initiatieven. En ik verwijs maar naar het debat dat we hier al gevoerd hebben over de onderfinanciering van de rusthuizen. Ik verwijs ook naar het debat over de kwaliteit van de zorg. En het voorbeeld van Senior Assist sterkt mij eigenlijk in het geloof dat we daar toch zeer voorzichtig mee moeten omspringen. En ik denk dat de overheid daar ook wel de taak heeft om zeer strenge eisen te stellen aan wie rusthuizen exploiteert. En ik heb in uw antwoord ook deze voornemens gehoord. In het breder kader en in het debat dat nog moet gevoerd worden over de exploitatie van de rusthuizen, zou ik de suggestie willen meegeven om misschien ook te bekijken of exploitanten van rusthuizen, om daar geen maximum op te leggen aan het aantal woonzorgcentra die onder hun bevoegdheden valt of onder het aantal woongelegenheden die zij onder hun bewind hebben, om die toch te limiteren. Mevrouw de Brand. De minister heeft geantwoord op vragen van hoe je op de hoogte was, welke stap je hebt gezet en hoe je in de toekomst gaat zorgen dat deze rusthuizen blijven. Maar ik zou toch graag een stap dieper willen gaan en de vraag stellen van wie laten we allemaal zorg organiseren. Want het gaat hier voor alle duidelijkheid om een groep die niet als doel heeft om kwaliteitsvolle ouderenzorg aan te bieden, maar als doel heeft om winst te maken. En de verkoop van deze rusthuizen gebeurt niet omdat de groep niet meer in staat is om kwaliteitsvolle ouderenzorg aan te bieden, maar omdat ze cashflow nodig hebben. En dat brengt ons wel tot een essentieel debat van waar liggen de grenzen van commercialisering, waar strekken we de lijn. En ik
wil voor alle duidelijkheid hier niet pleiten om iedere vorm van privaat initiatief eruit te halen. Ik denk dat er heel goede, sociaal verantwoorde ondernemers zijn die heel sterke zorg aanbieden. Maar we moeten wel vragen stellen wanneer beursgenoteerde bedrijven op kap van zorg winst gaan maken en ouderenzorg als een puur koopwaar gaan beschouwen, waar we naartoe gaan. Dus mijn vraag aan u is welke contouren u voor dat debat wilt zetten en hoe u de essentie van commercialisering van de zorg de komende weken en maanden wil aangaan om daar toch ook een aantal grenzen in te zetten. Mevrouw Coppé. Dank u, meneer de voorzitter. Collega's, ik denk dat ieder van ons hetzelfde zegt, namelijk de continuïteit van de zorg en kwaliteitsvolle zorg voor onze bejaarden. Dat is net hetgene waar we allen voor willen gaan. En de vraag is natuurlijk, hoe kunnen we dat realiseren? En is het dan niet nodig, als we vandaag de kranten mogen lezen en dan toch het antwoord van de minister horen, om te vragen naar een volledige financiële transparantie, waarbij dat er toch ook een uniforme boekhouding is. En een bijkomende vraag daarbij is het dan ook niet nodig dat voor zowel de privé, de social profit, als de commerciële sector, of daar ook geen reserves moeten aangelegd worden in tijden van nood, dat ook deze reserves kunnen gebruikt worden om voldoende het budget uit te trekken voor het loon van personeel en voor de dagdagelijkse uitbating. Maar het belangrijkste is, meneer de minister, dat u zeker alles in het werk gesteld hebt om reeds de maatregelen te nemen zodanig dat senior assist op vandaag, dat de senioren zelf veilig zijn en dat de uitbating nu kan opgevolgd worden, maar dat we zeker nog werk hebben met het parlement om verder te werken aan financiële waarborgen. Mevrouw Saïs. Ja, ik had gehoopt hier niet weer het riedeltje van de commerciële organisaties af te schilderen als cowboys. Ik denk dat er zeer veel commerciële rusthuizen zijn die zeer goed werk leveren. Ik vind het jammer, meneer Persijn heeft het ook aangehaald, dat we hier dan niet spreken over de miljoenen euro's die wij als OCMW's in ons verlieslatende OCMW-rusthuizen vaak moeten pompen. Finaal dan het alleen de VZW's en de commerciële zijn die dan break-even zouden moeten draaien. Ik vind dat jammer. En ook de mensonterende toestanden die wij gezien hebben, meerdere malen al in de pers en de Facebookgroep, die daar foto's posten van ouderen in narge omstandigheden. Ik heb u toen ook niet horen pleiten voor een afschaffing van OCMW-rusthuizen. Ik wil alleen maar zeggen, u moet niet iedereen over dezelfde kam scheren. Of het nu VZW's zijn, commerciële of OCMW-rusthuizen. Er zijn er altijd bij elk goede, maar ook minder goede. Minister Van Deurzen, 3 minuten. Collega's, mag ik hopen, misschien een beetje naïef, dat we dit debat ernstig, maar ook zonder de clichés kunnen voeren. Ik heb al meerdere malen in commissie en ook in de plenaire gezegd dat in een aantal sectoren de klassieke onderscheiden tussen dit zijn VZW's, dit zijn openbare besturen, dit zijn commerciële spelers, lang niet meer adequaat is. Er zijn VZW's die feitelijk in handen zijn van openbare besturen. Er zijn VZW's die onderdeel uitmaken van commerciële groepen. En aan de regelgeving die toegang geeft tot bepaalde erkenningen is in deze en vorige legislatuur voor de residentiële ouderenzorg niets veranderd. Dus de realiteit is dat we een aantal spelers die hebben die actief zijn en zeggen dat je tegen consolidatie bent en groepsvorming bent. Ik ben daar eerlijk gezegd eerder geneigd voor, omdat ik zie dat een aantal zaken beter op een goede manier met een grotere schaal kunnen georganiseerd worden, zonder dat dat afbreuk doet aan kleinschaligheid in dienstverlening en eigenlijk wel toelaat om meer middelen in te zetten in de kern van het verhaal, namelijk goede zorg. Maar, collega's, ik zeg er ook bij dat de realiteit van het terrein ons dwingt tot een debat over de vraag hoe ga je om met de financiële transparantie en de integriteit van bestuurders, van aandeelhouders en de manier waarop, en dan heb ik het niet over één van die groepen apart, maar heel de sector eigenlijk zich daar op dat vlak organiseert. En ik vind, in alle bescheidenheid, dat het moment wel komt dat de Vlaamse overheid dat debat zeker in de residentiële ouderenzorg moet voeren. Wat verwachten we aan transparantie over de groepsvorming, de consolidaties? Welke competenties verwachten we van bestuurders? Wat is de integriteit van de aandeelhouder? Welke meldingen moeten er gebeuren als je
overnames doet en welke vragen mag de overheid daarbij beantwoord zien als het gaat over de continuïteit van de zorg. En dus ik zal, collega Bertels, u heeft goed begrepen, neem ik aan, dat de Vlaamse regering een tijd geleden een agenda voor hervormingen in de residentiële ouderenzorg heeft geformuleerd. U heeft daar hoorzittingen rond georganiseerd. Wel, ik ga dat werk uiteraard, zoals daar in die nota staat, verder zetten. En ik zal over de toekomst, de profilering van onze residentiële ouderenzorg, de noden die er zijn, want die zijn er natuurlijk, dat weet u allemaal heel goed, maar ook over de vraag, moeten wij ook rond de financiële weerbaarheid kijken of er zich een aantal zaken opdringen. Ik zal daarover inderdaad voorstellen doen, uiteraard overleg met de sector. En nogmaals, zonder te vervallen in platitudes, alsof je met één situatie een hele sector kan beoordelen, daar ga ik nu ook niet aan meedoen. Maar het andere extreem om te zeggen, er is daar geen issue dat we in debat moeten brengen, dat lijkt mij ook niet verstandig. Wij moeten over die link met financiële weerbaarheid en transparantie voor diegenen die omgaan met geld uit de zorgsector, publiek geld, en die zorg dragen voor kwetsbare mensen, ook daar zullen we het gesprek over moeten voeren. Meneer Bertels, slotopmerking. Ja, meneer de minister, bij dat laatste sluit ik me volmondig aan. Want voor ons is kwaliteit van de ouderenzorg, kwaliteit van de zorg, en de omgeving waarin die zorg verstrekt wordt, een kerntaak van de overheid. En mogen daar, mevrouw Saïs, verschillende actoren zijn? Absoluut. Ik heb hier niet iedereen over dezelfde kam gescheerd. Maar die verschillende actoren moeten wel allemaal toegekeken worden dat zij de activiteiten die zij doen correct uitvoeren. En dan zijn er voor ons een aantal grenzen. Ja, om dan toch met een cliché te zeggen van wij gaan voor mensgerichte zorg, niet puur winstgerichte zorg. Ja, en er is een grens die we moeten trekken. Ouderenzorg kan voor ons nooit louter koopwaar zijn die men kan verhandelen op de beurs. Wat nu gebeurt met een aantal instellingen. Dat is voor ons niet één pas, maar meerdere passen te ver. En laat ons die grenzen trekken. Laat ons er blijven van uitgaan dat ouderenzorg ten dienste moet staan van mensen, nu en in de toekomst. En dat een overheid hierop moet toezien. En dan ga ik het nog even herhalen. Puur op opportunistische winstjagers, die hebben we daar niet nodig. En die kunnen we in de ouderenzorg missen. Goed. Als kiespijn. Meneer Persijn, een slotopmerking. Ja, ik ben blij met het bijkomende antwoord van de minister. Voor mij zijn er drie zaken. Ten eerste, die kwaliteit en continuïteit van de zorg voor onze meest kwetsbare ouderen moet centraal staan. Ik denk dat de minister daar de nodige garanties voor geboden heeft. Ten tweede, het is evident dat ondernemerschap in de zorg sinds tientallen jaren zijn terechte plaats heeft, ook in Vlaanderen. En dat we dus niet teruggaan naar een soort van monocultuur. Dat we ook het sociaal ondernemerschap alle kansen geven. Maar ten derde, transparantie is noodzakelijk en correcte spelregels ook. Dus ik reik de hand uit vanuit mijn fractie, denk vanuit mijn partij, om samen met de minister aan die weg te timmeren. Dank u wel. Volgende actuele vraag zijn vier vraagstellers. Ima Danouri aan Philippe Muiters, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Lionel Bajard over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. Peter Wouters over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportsector. En tenslotte de heer Joris Pochet over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Meneer Danouri. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, we zijn de afgelopen dagen geconfronteerd geweest met heel wat schrijnende verhalen. Schrijnende verhalen over seksueel onaanvaardbaar gedrag, grensoverschrijdend gedrag. En dat zijn verhalen die mij hebben geraakt. Meneer de minister, ik weet dat ze u ook hebben geraakt. En ik weet, collega's, dat ze u ongetwijfeld allemaal hebben geraakt. En het zijn schrijnende verhalen die gebracht zijn geweest door heel moedige vrouwen, meneer de minister. Moedige vrouwen die jarenlang met dat verhaal hebben gezeten en nu de stap hebben gezet om dat verhaal te delen met ons. We weten dat er een heel groot taboe nog op rust. We weten dat de maatschappij nog niet altijd even goed weet om te gaan met zo'n verhalen. En weten dat er nog heel veel van die verhalen zijn die onder de oppervlakte blijven. Dus ik wil ook vanuit dit spreekgestoelte alvast al die vrouwen, die moedige vrouwen die hebben getuigd, vanuit mijn hart, vanuit de grond van mijn hart bedanken als ze dat hebben gedaan, omdat ik weet hoe belangrijk dat is. Nu, meneer de minister, we weten dat die schrijnende verhalen niet beperkt zijn tot judo en niet tot sport. Het gaat over sport in dit geval, maar het is een maatschappelijk probleem. En we weten dat er heel veel verhalen zijn die niet gemediatiseerd zijn. En ik denk dat wij als politici, dit overstijgt oppositie en meerderheid, dat wij allemaal slechts één plek hebben. En dat is aan de kant van die slachtoffers. En we moeten nu zien hoe wij vanuit dit parlement stappen vooruit kunnen zetten. Gisteren, meneer de minister, zei er een experte
dat er een probleem is op dit moment, dat er een heel grijze zone is. Een grijze zone waardoor dat zowel sporters als vrijwilligers, als ouders, als begeleiders niet weten wat ze moeten doen als ze geconfronteerd worden met een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar moeten we iets aan doen. Dus mijn eerste concrete vraag aan u, meneer de minister, in dit geval is, wat gaat u eraan doen, en ik weet dat de problematiek u nauw aan het hart ligt, wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat we stappen vooruit zetten en dat we niet blijven steken op een soort van beleid dat mensen stimuleert om preventieve maatregelen te nemen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat we echt stappen zetten naar concreet afdwingbare maatregelen. Goed. Die ervoor zorgen dat we op een uniforme wijze werk kunnen maken van die preventieve maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meneer Bajaar. Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag, minister, beste collega's. Wij moeten allemaal hier vandaag aanwezig kordaat zijn en kordaat reageren tegen misbruik in de sport en vooral seksueel misbruik in de sport. En de verhalen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de judowereld en bij uitbreiding in verschillende takken in de sportsector zijn schrijnend, zijn chockerend. Dat weten we allemaal. Ik heb enorm veel respect ook voor de atleten die durven naar buiten komen, die durven het taboe te doorbreken, want dat is ook nodig. Want vanaf dat de eerste doorbraak was in een verhaal bleven de verhalen maar bovenkomen. En één zaak is duidelijk, beste collega's, dit gaat hier niet om geïsoleerde feiten. En dat is jammer genoeg geen verrassing. Ja, niet langer dan in de maand maart van dit jaar heeft de commissie Sport hoorzitting gehouden met experts, met federaties over dit thema. Experts, maar ook het Internationaal Centrum voor Ethiek en Sport gaven toen al aan, collega's, dat het beleid op dit moment te vrijblijvend is. En de actualiteit toon ik ook aan. En de vraag aan u, de minister, luidt... Wij nemen vandaag in de pers, hebben wij gehoord dat u het probleem zeer duidelijk wilt aanpakken. Wij volgen u daarin. Maar wij willen ook dat u verder gaat. Dat u oplegt aan federaties om een meldpunt aan te pakken en dat ook op te richten. Meneer Bajaar, uw vraag alstublieft. Gaat u dat doen? Dat is mijn vraag. Heel heldere, duidelijke vraag. Dank u wel. Meneer Wouters. Geachte voorzitter, beste collega's, meneer de minister. We wisten dat dit moment ooit zou komen, dat we hier zouden staan als het over dit onderwerp zou gaan. We wisten dat. En toch komt dat elke keer als een donderslag bij heldere hemel. In december 2016 naar aanleiding van een reportage op BBC al bepaalde vragen gesteld in de commissie. Dat was ook de periode dat Tine Vertonghen met haar studie naar buiten kwam, waaruit bleek dat 1 op 6 minderjarigen in contact komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daardoor hebben wij een hoorzitting georganiseerd. Er zijn zeer veel sprekers gekomen van verschillende pluimage, maar die eigenlijk allemaal dezelfde boodschap hadden. We moeten het bespreekbaar maken dat mensen zoals nu hun verhaal uit het verleden kunnen doen en we moeten zorgen een kader creëren dat het niet meer teruggebeurt. En meneer de minister, nu met de recente getuigenissen uit de judowereld, vraag ik concreet aan u, wat is uw reactie op deze nieuwe getuigenissen, en in hoeverre zal u naar aanleiding van deze nieuwe getuigenissen bekijken welke bijkomende maatregelen we gaan nemen? Meneer Pochet. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, veel is al gezegd door de 3 voorgaande sprekers. De bal is eigenlijk aan het rollen gegaan in Engeland, heb ik het gevoel, waar in december 2016 mensen, topvoetballers, oud-topvoetballers, zijn beginnen getuigen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En het is eigenlijk een kleine lawine geworden daar. In april vorig jaar stond de teller in Engeland alleen al voor de voetbalploegen op 250 verdachten. Meer dan 500 slachtoffers en 311 clubs. In Vlaanderen bleken de cijfers op dat moment nog zeer mager. Collega Schrijvers vraagt je elk jaar op. 2014 maar 3 meldingen
over misbruik in de sport, vorig jaar 11. En dan was er Anne Simons, die bij ons ook de bal aan het rollen heeft gebracht via haar moedige getuigenis uit de judowereld. Nu, het was ons allemaal duidelijk dat het onmogelijk was dat er enkel misbruik was in de sport, in de voetbalwereld in Engeland en enkel in de judowereld in Vlaanderen. Dat kan niet. Dat is gewoon onmogelijk. En er zijn verschillende meldpunten die hier rond werken. We hebben het Internationaal Centrum rond Ethiek in de Sport. We hebben Child Focus. We hebben 1712. We hebben een hele reeks meldpunten. Maar de vraag is, zien de sportfederaties, zien de sportclub soms nog door de bomen het bos? En mijn vraag aan u is, meneer de minister, gaat u een duidelijke, een heldere, een laagdrempelige toegangspoort creëren waarbij iedereen weet, als er iets fout gaat, als er meldingen zijn van grensoverschrijdend gedrag in de sport of daarbuiten, dan kunnen ze daar naartoe en dan zal er verder gedispatcht worden naar gespecialiseerde hulp. Minister Muiters. Dank u wel. En ik wil toch heel duidelijk stellen, jullie hebben al heel wat initiatieven die de laatste jaren zijn genomen naar voren gebracht. Collega Wouters, u sprak van de studie van mevrouw Vertomme. En dat was een studie door ons gevraagd en door ons gefinancierd. Er zijn ook 3 instrumenten gemaakt. Het vlaggensysteem, voor wie het niet kent, een laagdrempelig systeem waarbij trainers, coaches, maar ook de sporters zelf kunnen zien van wat is nu grensoverschrijdend gedrag en wat is dat nu niet. Heel belangrijk ook een raamwerk naar sportorganisaties en federaties om een beleid bij hen in de federatie op te zetten. Iets wat vele federaties hebben opgenomen. Vanmorgen de getuigenis nog gehoord van de gymfederatie, waar iedereen van zegt, goed, ze hebben dat goed aangepakt. Die hebben dat gedaan op basis van het instrumentarium dat wij toen hebben gemaakt. We hebben brochures gemaakt naar de clubs toe. Hoe ga je met grensoverschrijdend gedrag om? We hebben, en dat is nog niet aan bod gekomen, in de Vlaamse trainerschool een thema integriteit op de agenda gezet bij de cursussen voor de trainers. Denk ik ook belangrijk. Het is niet alleen dat die trainers dat zelf niet zouden doen, maar als ze het zien dat collega's dat doen, weten hoe in te grijpen en dergelijke meer. De hulplijn is genoemd. Ik kan zo nog wel wat doorgaan. Ik denk dat heel die acties die we nu 4-5 jaar bezig zijn, mee ertoe heeft gemaakt dat er een sfeer komt dat getuigenissen mogelijk zijn. En ik ben heel blij, bijvoorbeeld nu met het internationaal programma Voice, dat we ook waar we onze schouders onder zetten, natuurlijk, wij ondersteunen die actie mee met getuigenissen, met best practices, met goede voorbeelden waar anderen van kunnen leren, dat we nu zien dat er een aantal van die topsporters effectief getuigenis afleggen. Zeer goede zaak, want dat hadden we tot nu toe nog heel weinig. Ik herinner u aan de commissie waar we heel weinig getuigen konden vinden die dat wouden doen. En moedig, ja zeker. En vooral moedig omdat dat voor die mensen niet altijd makkelijk is om daarmee naar buiten te komen. Ik zou ook degene die het niet durven, die er niet de stap durven zetten, zeker niet met de vinger wijzen. Ik roep wel op dat iedereen die de moed heeft en het voorbeeld van die topsporters die het nu naar buiten brengen willen volgen, dat zij effectief die stap zetten. En dan kom ik direct bij mijn eerste voorbeeld. Ik wil nog even eerst iets zeggen over de judo. Nu zijn die getuigenissen bij de judo. Ik kan u garanderen, ik heb dat zelf van zeer dichtbij gevolgd. Ik heb bijna dagelijks contact ondertussen met de voorzitter van de judo-federatie. Ik heb vanmorgen nog gevraagd, ik zou nu toch wel meer concreet willen zien wat jullie juist gaan doen en met welke timing. Ik denk dat jullie ook het persbericht van deze middag daaromtrent hebben gezien, waar dat er toch al concreter een aantal acties naar voren komen. Wat ik denk dat het belangrijkste is, is dat als iemand een slachtoffer is en wilt getuigen, dat hij een basis weet van waar kan ik terecht. Waar kan ik terecht? Waar heb ik vertrouwen in? En waar kan ik ervoor zorgen dat mijn anonimiteit daarin gegarandeerd is? En ik heb afgesproken vanmorgen met Tine Vertonnen dat Voice het ingang zal zijn. Met de garantie naar iedereen die getuigenis wil afleggen bij Voice, bij Tine Vertonnen, op haar e-mailadres, dat dit anoniem is, dat daar ook niet automatisch naar de pers wordt gegaan. Nu is dat gebeurd, maar dat was om te sensibiliseren. Maar dus de eerste ingang vanaf vandaag is Voice. En iedereen die wil getuigen, ze kunnen daar als eerste aanspreekpunt terecht. Als er natuurlijk daarna juridische stappen worden genomen, of als er tuchtrecht is, dan moeten wij naar de politie of naar het parket gaan. Als er hulpverlening nodig is, kunnen we naar onze 1712-lijn gaan. Daar zitten mensen professioneel, en dat is toch ook wel belangrijk,
een van jullie zei, over de sectoren heen. Het is niet alleen met de sport. Veel van de acties die zijn opgezet geweest, was niet alleen sport. Was sport, cultuur, jeugd, onderwijs en welzijn. Ook dat is vanmorgen duidelijk in het gesprek met Tine Vertonghen naar voren gekomen. Laat ons dat maar over de sector bekijken. Dat is mijn eerste heel concrete actie die we nu doen met Voice. Twee is, ik heb de opdracht gegeven aan Sport Vlaanderen en ISHES, het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport, om bij alle federaties in kaart te brengen wat zij nu doen rond ethisch sporten. We hebben het decreet ethisch sporten. We hebben ook het federatiedecreet waar we rond governance duidelijk een aantal elementen naar voren brengen. Dat zijn elementen die we kunnen als kapstok gebruiken voor verdere actie als dat nodig is. Maar eerst laat ons nu zien wat er gebeurt in elke federatie op zo kort mogelijke termijn. En binnen dat aspect, hoe gaat men om met getuigenissen? Hoe gaat men om in die federatie met klachten? Dat dat in kaart wordt gebracht, dat we daar kunnen zien waar gebeurt dat goed. We hebben het vanmorgen gehoord, de gym gebeurt dat goed. Laat ons bij elke federatie zien en er ook zeker van zijn dat voor elke federatie er ook een tuchtprocedure kan en zal bestaan. We kunnen dat bijschaven, we kunnen hen helpen. We hebben ons raamwerk dat we hebben opgezet om hen daarbij te helpen, om ervoor te zorgen dat morgen zij, als ze het vandaag al niet doen, want alle instrumenten zijn er, dat ze de stap zetten. Dus we zullen hen eerst aanzetten en als het moet dwingen om dit te doen. Dwingen, vanuit ons federatiedecreet kunnen we, allicht dat dwingen moest zijn niet zijn, dan zal ik naar de commissie en daarna naar het parlement komen om daar wijzigingen in voor te stellen. Ik denk dat we op die manier de acties nemen die nodig zijn, zodanig dat we er zeker van zijn dat, dat elke sporter naar de toekomst op een veilige en goede manier kan sporten. Vandaag, ik zei het al, de judo heeft een aantal voorstellen gedaan. Ik zal die verder opvolgen, stap voor stap. Ik heb geëist aan de voorzitter, niet dat dat een probleem zou zijn, maar geëist aan de voorzitter dat hij mij van elke nieuwe stap op de hoogte stelt en mij zegt wat hij en zijn federatie verder zal doen. En ik denk dat we daarmee zowel naar de judo, maar naar het opentrekken, naar andere sporten en wat mij betreft ook nog verder opentrekken naar de collega's toe, waar ook zo'n dingen zouden kunnen gebeuren, dat we samen onze schouders eronder zetten, zodanig dat we in zijn vrije tijd, of het nu cultuur is, in de jeugd, bij de jeugd is, of gelijk waar, dat dat op een veilige en integere manier kan gebeuren. Meneer Anouri. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Ik ben ook blij dat er wordt ingegaan op het afdwingen van. Hè? Want ik denk dat dat heel belangrijk is. We kunnen daar niet te vrijblijvend in zijn en dat is het minste signaal dat we nu kunnen geven. En meneer de minister, ik hoor inderdaad alle projecten die u hebt opgesomd, maar ik denk dat we het doel niet uit oog mogen verliezen. Het doel is, wat zijn de effecten op het veld? Dus voor mij is het belangrijkste dat elke jongere, meisje of jongen, die aangesloten is bij een sportclub, ergens in Puttige Vlaanderen of in Antwerpen, of maakt niet uit, dat die weet... Dat die weet, waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe als ik geconfronteerd word met zulk gedrag? En op dit moment is dat nog niet het geval. Dus we hebben daar nog stappen in vooruit te zetten en we moeten daar ook heel nederig in zijn en vooral ook vastberaden om dat op te lossen. U hebt het Centrum voor Ethiek en Sport aangehaald, terecht. Het enige probleem is dat vandaag de dag er maar 2 mensen fulltime werken. Die mensen zijn ook bezig met seksisme, racisme en allerlei andere thema's. Die zijn een beetje onderbedeeld qua middelen. Zou het niet verstandig zijn om daar meer in te investeren als we die taak geven? Goed. En ze ook uit te breiden met juridisch luik, zodat we weten dat ze daar hun taak volwaardig kunnen opnemen. Meneer Bajar. Meneer de minister, dank u voor uw antwoord. Voor mij is het duidelijk dat er mogelijkheden zijn op korte termijn en misschien wat op langere termijn. En op korte termijn vind ik het belangrijk, ja, dat wij als politiek verplichten. Verplichten aan de federaties om een aanmeldpunt bij elke sportfederatie vandaag te regelen. Dat is één. En ten tweede, ervoor zorgen dat ze ook beleid uitvoeren. En dat kan morgen via het decretaal kader die er vandaag is. Dat kan morgen en ik vind dat we dat moeten verplichten. Dat is één. Het tweede, en dat heeft u misschien niet onmiddellijk iets mee te maken, vind ik dat moet op lange termijn. En om het beleid uit te schrijven op langere termijn moet gaan tot de bodem van de zaak van die misbruiken. En daarvoor wil ik een onderzoekscommissie oprichten om tot de bodem van de zaak te gaan. Dank u wel. Meneer Wouters.
Ja, ik dank u, meneer de minister, voor uw antwoord en voor uw krachtdadig optreden. Het is zeer goed dat u dit dag na dag blijft opvolgen en eigenlijk als een geesel naar de Judo Federatie ze verplicht om mee te werken. De situatie is ernstig. Maar het is nu niet het moment, denk ik, om aan steekplanpolitiek te gaan doen. Dat is nooit een goede raadgever. De maatregelen die u op korte termijn kunt nemen, moet u nemen. En laat ons dan samenwerken hoe dat we het in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen, als ze willen gaan sporten, als ze naar de jeugdbeweging gaan, als ze shallow willen spelen, eender welke vrije tijdsbesteding dat kinderen hebben, dat ze dat op een veilige manier kunnen doen en in een vertrouwde omgeving waar ze geen angst moeten hebben om naar die activiteit toe te gaan. En minister, in het kader van uw oplossing die u hebt aangereikt, zou ik graag hebben dat u 1712 nog een beetje verduidelijkt. Meneer Posje. Minister, voor uw antwoord. Ja, u heeft het zelf al aangehaald. U heeft een decretale wapen en dat is het federatiedecreet. Daarnaast heeft u ook nog het decreet op gezond en ethisch sporten. Maar ik denk dat we in dit geval echt moeten kijken naar dat federatiedecreet. U zegt, een deel van de middelen wordt bepaald op basis van het voldoen aan een aantal ethische normen. Men moet een goede klachtenprocedure hebben wanneer er grensoverschrijdend gedrag vastgesteld wordt. Maar dat gaat over maximaal 5% van de middelen. Ik zou willen voorstellen dat dit veel verscherpt wordt en eigenlijk zou dit een vormvereiste moeten zijn. Als men dat niet heeft, zou men gewoon geen toegang moeten hebben op subsidies. Ik vraag u, gaat u hierin mee? Er is iemand aan te sluiten. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Minister, ik denk dat de collega's de belangrijkste elementen al aan bod gebracht hebben en ik wil mij graag daarbij aansluiten. Seksueel misbruik in de sport en daarbuiten is inderdaad verwerpelijk. En ik denk, minister, dat u zowel in de media als hier vandaag al alert en gepast heeft gereageerd op deze problematiek. En ik hoop om aan deze onaanvaardbare problematiek zo snel mogelijk een halt te kunnen toeroepen, dat niet alleen u en uw diensten hier inspanningen in leveren, maar dat ook wij vanuit het parlement een belangrijke rol kunnen spelen om deze onaanvaardbare toestanden liever vandaag dan morgen nog een halt toe te roepen. Meneer Mooijaars. Dank u, voorzitter. Ik denk dat iedereen hier staat en hier zit vandaag terecht gechoqueerd is rond al dat nieuws rond het seksueel overschrijdend gedrag. En dat is dan ook totaal onaanvaardbaar en ook overal. Ik wik en ik weeg mijn woorden een beetje als ik zeg, omdat ik weet dat het zo gevoelig ligt. Maar ik denk dat het goed is dat een aantal mensen zich geout hebben met een verhaal en dat dat op het eerste zeer moedig is en niet vanzelfsprekend. Maar dat ik daar veel respect voor heb, des te meer omdat het een steun zal zijn voor de mensen die in hetzelfde schuitje zitten, maar ook een rol van betekenis zal spelen voor onze kinderen van vandaag en morgen. Maar ik denk dat we er vanuit de overheid ook alles moeten kunnen doen wat in onze macht ligt om deze onaanvaardbare toestanden een halt toe te roepen. Want langs de zijlijn blijven staan voelt voor mij ook een beetje als schuldig verzuimd. Er is immers een spreekwoord dat zegt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden of laten stinkende wonden na. Ik denk dat ik in dit geval ook het voorstel dat collega Bajaar, en ik denk dat collega Anouri dat ook heeft gedaan, dat wil steunen tot het oproepen van een bijzondere commissie die zich erover buigt, om toch zoveel mogelijk te kunnen doen om al dat onaanvaardbare gedrag te kunnen laten stoppen. Minister Muiters. Dank u wel. Het is natuurlijk de parlementaire werkzaamheden, moeten jullie beslissen, daar heb ik niks over te zeggen. Dus ik ga ook mijn mening over een onderzoekscommissie of een subcommissie, wat volgens mij collega Mooijaerts iets anders is, ga ik mijn mening niet over geven. Het is aan jullie om daarover het debat te voeren. Dan een aantal reacties op de opmerkingen die zijn gegeven. Collega Anouri, Isjes, meer middelen. Wat ik heel duidelijk zeg is, we doen een aantal extra taken. Ik heb het heel duidelijk naar voren gebracht. Voice die extra getuigenissen zal kunnen ontvangen, die mensen horen en zo verder. We zullen daar zien welk effect dat heeft naar middelen toe. We hebben issues waar ik samen met Sport Vlaanderen zeg, in kaart brengen van wat er vandaag bestaat. En zeker wat getuigenissen betreft, wat zij daar en tuchtprocedures betreft, wat ze daar hebben opgezet. Als blijkt dat dat buiten en dan extra bovenop
het kader van vandaag is, dan zullen we daar kijken op welke manier dat we zorgen dat daar ook voldoende en werk van kan gemaakt worden of een van de andere taken wegnemen. Ik ga dat bekijken, maar als ik werk geef, dan besef ik wel dat je daar moet de consequenties van geven. Naar collega Bajar heb ik geantwoord over zijn onderzoekscommissie, over het andere waar ook collega Pochet naar verwees. Ik ben altijd voorstander om iets ten gronde het hebben over grensoverschrijdend gedrag. Daar echt maatregelen rond nemen. Daar doordrongen naar uw clubs toe, als federatie, binnen de federatie, werk van maken. Dat doe je als je daar zelf van overtuigd bent. Als je in eerste instantie probeert maatregelen te nemen op maat van uw federatie. En dat zal voor een roeifederatie misschien wel anders zijn dan voor een judofederatie of voor een voetbalfederatie. En ik ben dus voorstander dat dat van onderuit groeit. Vandaar dat ik zeg, laat ons dat nu in kaart brengen. Laat ons nu zien wie doet wat. En als dat onvoldoende is, dan verplichten we. En ondertussen kunnen we sanctioneren. We kunnen sanctioneren, denk ik, binnen het federatiedecreet, of dat in de nu 5%, ik dacht dat dat ging stijgen naar meer, de governance deel, dat we daar effectief, nu 5, maar ik dacht op 4 jaar tijd, dat dat meer ging worden. Maar in elk geval, als we daar meer moeten doen, dan kunnen we bekijken of dat zelfs een voorwaarde op voorhand is. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we eerst gaan kijken wat gebeurt er, zodanig dat bottom-up, op maat en niet iets is van, ik moet dat doen. Wat moet ik hier doen? Oké, in orde, vinkje zetten, dat is al gebeurd. Nee. We moeten weten dat dit niet kan. We moeten ervan doordrongen zijn en de juiste maatregelen nemen. En voor elke sport kan dat verschillend zijn. Dus ik ben daar voorstander van. Vandaar mijn voorstel. Ik breng het in kaart. Dat moet niet lang duren. Ik moet het nog vragen aan Sport Vlaanderen. En niet welke termijn dat ze erop zien. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er goed? En laat ons dan zien of dat er verplichtingen moeten gebeuren. Ja, dan nee. Dat is mijn antwoord daar. Ik denk dan dat ik de bijkomende vragen heb beantwoord. Maar slotsoms is in elk geval, we doen heel veel. We deden veel. Maar ik vind vooral belangrijk dat we 3 stappen extra zetten, zodanig dat wat jullie ook vroegen, dat een sporter morgen zeker weet, wellicht bij zijn federatie kan hij terecht, maar voelt hij zich daar niet goed, dat ook voice een mogelijkheid is om getuigenis af te leggen. Meneer Anouri, slotopmerking. Ja, dankjewel, meneer de minister, voor uw antwoord. De discussie over commissies, wij zijn inderdaad vanuit namens de Groenfractie vragende partij voor een bijzondere commissie. Een subcommissie, dat zullen we dan inderdaad in de commissiesport verder voeren. Omdat ik denk, meneer de minister, dat we als parlement ook mee in het cockpit moeten zitten om dit in kaart te brengen. En te zien waar de problemen zich situeren en hoe we die kunnen oplossen. Maar vandaag de dag ben ik blij met uw stevig antwoord. En ik ben ook blij om te zien dat we hier met 4 collega's staan en dat alle partijen mee zijn tussengekomen. Met het enige terechte antwoord dat we konden geven aan die slachtoffers die moedig waren om hun verhaal te delen, is dat we een antwoord geven dat we hen hebben gehoord en dat we een duidelijk signaal zullen terugsturen. U wilt daar verder in gaan. Wij zullen mee opvolgen dat de juiste stappen gezet worden. Maar ik denk dat we verder moeten nadenken over hoe we de hele situatie in kaart kunnen brengen en dat we daar zo weinig mogelijk tijd in kunnen verliezen, zodat de mensen die die verhalen hebben gedeeld, weten dat er verandering op komst is en dat we er vanuit het Vlaams parlement mee voor zullen zorgen. Meneer Bajar. Dank je wel, voorzitter. Meneer de minister, dank je wel voor uw antwoorden. Dat gaat de goede richting uit. Dat gaat de goede richting uit. Maar collega's, dat is niet voldoende. Werk dat decreet uit. Maak dat vanaf morgen verplicht, want dan gaan we vooruit gaan. En dat is het signaal dat de politiek moet geven. Wij laten dat niet achterwege. Uw kinderen, mijn kinderen, om het even welke kinderen niet. Dat is wat ik voorstel. En de onderzoekscommissie. Het laatste heb ik niet verstaan. Meneer Wouters. Dank u wel, meneer de minister. Over 17-12 zullen we het dan de volgende keer nog hebben. Geen probleem. Maar de feiten die dan nu juist zijn gebeurd, zijn strafbare feiten. Daar moet het gerecht zijn werk doen. We leven in een rechtsstaat en laat die mensen die problemen aanpakken. Wat is onze taak? En daar volg ik collega Noorien, dat we met een bijzondere commissie blijkbaar over alle partijgrenzen heen, samen kunnen werken en te zien dat we een klimaat scheppen waar onze jeugd een toekomst heeft, waar zij zich verder kan ontwikkelen in een positieve zin
en in de beste omstandigheden. Ten slotte, meneer Fauchet. Nou, voorzitter, ik denk dat het wel nuttig is om de acute problemen die nu opduiken aan te pakken met een bijzondere commissie. En CD&V is daar ook voorstander van. Onderzoekscommissie voorlopig niet. Een bijzondere commissie zien wij absoluut wel als een goede stap. Maar dat is niet voldoende, want het gaat niet stoppen als we daar nu 2-3 maanden rond werken. Dat is zoals bij seksueel grensoverschrijdend gedrag in andere domeinen van ons leven, van de samenleving. Dat stopt niet en daarvoor moeten we eigenlijk een structurele aanpak voor opzetten. En daarom zouden wij willen pleiten om een soort van permanente expertencommissie op te richten buiten het parlement, die in functie, in navolging van de commissie historisch misbruik, eigenlijk kan werken, mensen kan begeleiden, juridisch bij de arm kan nemen, kan doorverwijzen. Dus ook voor zaken die nog niet verjaard zijn. En we moeten dat doen omdat we dat verschuldigd zijn aan de slachtoffers, omdat we dat verschuldigd zijn aan de Vlamingen en Brusselaars die met tienduizenden elke week het beste van zichzelf geven, zonder ter kwader trouw te zijn, vol goede moed voor de sport en voor hun naasten. En daarom rekenen wij op steun hiervoor. Dank. Collega Batuin even vragen Philippe Muiters over de nieuwe schoolverlaten studie van de VDAB. Hij was al weg. Goeie gij. Meneer Botuyne. De voorzitter, meneer de minister, collega's. Gisteren kregen we een rapport, kreeg de arbeidsmarkt, kreeg ons onderwijs een rapport. En dat is wat mij betreft een bijzonder belangrijk rapport. Het schoolverlatersrapport is een jaarlijkse traditie waarbij VDAB analyseert hoe de schoolverlaters het doen op onze Vlaamse arbeidsmarkt. En wat mij betreft is het ook verplichte lectuur voor elke leerling, voor elke ouder, voor iedereen die betrokken is bij een studiekeuze in de komende weken en maanden. Het is bijzonder verhelderend om te lezen wat wel en wat niet aanslaat op onze Vlaamse arbeidsmarkt. En die studie had heel wat goed nieuws. 9 op de 10 schoolverlaters is aan het werk na 1 jaar. Nog nooit waren de cijfers zo goed, toch niet in de laatste jaren. En ook de laatste jaren hebben we een bijna permanente daling gezien van de ongekwalificeerde uitstroom. Ook dat is goed nieuws. Redenen zijn onder andere te vinden in onze conjunctuur die het goed doet, maar ook in het regeringsbeleid waarbij dat loonlasten zijn verlaagd. Ook ons doelgroepenbeleid kan hier een versterkende rol spelen. En uiteraard hebben we een sterk en arbeidsmarktgericht onderwijs met bijvoorbeeld nog altijd heel goede cijfers voor de leertijd, wat het beste doet verhopen voor het duaal leren waar u samen met uw collega Krivits hard aan werkt. Neemt niet weg dat er toch een aantal cijfers in dat rapport zitten die ook enige ongerustheid met zich meebrengen. De VDAB noemt het zelf zorgenkinderen op onze arbeidsmarkt. En dan gaat het over de mensen die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen, waarbij we vaststellen dat zij het steeds moeilijker hebben. Op een aantal jaar tijd zijn de werkloosheidscijfers na 1 jaar fel verslechterd voor de groep die zonder diploma op de arbeidsmarkt komt. Een zorgwekkende evolutie. En ik denk dat VDAB hier een belangrijke rol heeft om die mensen zo snel mogelijk om te scholen, bij te scholen en zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt te brengen. En de vraag is dan ook heel eenvoudig, meneer de minister. Wat zal u doen om specifiek die groep van ongekwalificeerde werkzoekenden sneller en beter naar de arbeidsmarkt te leiden? Minister Muiters. Dank u wel. Ik zou de schoolverlatersstudie niet verplichte lectuur, maar geadviseerde lectuur noemen. Aanbevolen lectuur noemen. Maar ik wil toch even op de cijfers ingaan. We hebben eigenlijk de ongekwalificeerde uitstroom is gedurende 4 jaar echt sterk omlaag gegaan, is dit jaar gestabiliseerd. Die stabilisering, zegt de VDAB, komt ook door de goede conjunctuur. Omdat een aantal jongeren die 18 zijn geworden, denken van goede conjunctuur, veel vacatures, ik zal wel kans maken. En vandaar dat ze de stap om dan toch nog hun diploma te halen, zegt de VDAB, niet doen. Natuurlijk een spijtige zaak, want wat zien we? Dat diegenen die die keuze maken, met 34% het jaar daarop, nog altijd niet aan het werk zijn. Nu, u weet, we hebben al heel wat maatregelen, u heeft er een genoemd, het doelgroepenbeleid. Ik kan ook de wijtrajecten nemen. Wijtrajecten waar we nu de oproep doen voor de 3e periode. De 2e traject van de wijtrajecten heeft succes opgeleverd van een 53% van wie die trajecten heeft gevolgd. In die groep is dat niet
slecht. We hebben natuurlijk onze IBO's, de individuele beroepsopleiding, de opleiding op de werkvloer, waar we elk jaar proberen nog meer mensen naartoe te doen, niet alleen jongeren, maar ook anderen. En we hebben een aantal projecten die in de stijgers staan. We hebben de tijdelijke werkervaring die in 18 begint. En dus op uw vraag, wat gaat u extra doen, is het antwoord natuurlijk die tijdelijke werkervaring met trajecten tot 2 jaar, gekoppeld aan elkaar, een aantal voorstellen. Ik heb het voorstel om de PWA meer activerend in te zetten met het wijkwerken. Ook iets wat ik hoop dat we in januari 2018 effectief kunnen realiseren, zodanig dat we die instrumenten activerend kunnen inzetten, zeker naar die groep van jongeren toe. Natuurlijk is en blijft het belangrijkste dat we die ongekwalificeerde uitstroom verminderen. Dat is natuurlijk de basis en u hebt het zelf aangehaald, maar u weet dat ik daar zeer grote stappen met collega Kevi zit. Zit duaal leren echt wel als een van de belangrijke elementen in. En u hebt gelijk, het cijfer voor wie leertijd volgt is 9,9. Dat is dus beter dan de 11% die niet werk vindt na een jaar. Dus de leertijd en ook de 7e jaren, TSO en BSO, hebben betere scores dan de gemiddelde. Dus die ervaring combineren met leren is een goede zaak. Dus laat ons allemaal samen dat duaal leren effectief verder uitrollen. We zijn gestart en we doen daar vanmorgen nog naastig aan voort. Meneer Botuiden. Ik ben blij dat u naastig voortdoet, meneer de minister. Het is ook bijzonder belangrijk en echt wel nodig. Er zijn bovendien ook heel wat kansen op onze arbeidsmarkt. Er waren eind vorige maand 37.000 openstaande vacatures. 40% daarvan was er niet eens een vraag naar een diploma. Dus voor wie de juiste attitudes heeft en een aantal arbeidsmarktgerichte competenties heeft, zijn er wel degelijk heel wat kansen op onze arbeidsmarkt. En VDAB heeft daar een zeer cruciale rol in. En ik denk dat u er alles aan moet doen om dat werkplekleren effectief tot een succes te maken. Ik heb wat cijfers bekeken van vorig jaar. En toen hadden we helaas minder werkplekken, minder werkplekleren bij VDAB dan het jaar daarvoor. Dus de trend was negatief. Ik hoop dat we door de nieuwe initiatieven die trend positief kunnen maken, dat we meer werkplek leren kunnen aanbieden aan onze werkzoekenden en op die manier veel sneller werkzoekenden naar de arbeidsmarkt leren, ook al hebben ze geen diploma gehaald, helaas, in het onderwijs. Wens iemand aan te sluiten. Meneer Ronse. Ja, collega's, de beste manier om jongeren zonder diploma aan werk te helpen is er eerst en vooral voor zorgen dat ze allemaal hun school kunnen doorlopen. En het probleem en de oorzaak ligt dus voornamelijk in de opvoeding en het onderwijs. En daar worden op vandaag stappen gezet. Er is al naar verwezen door onder meer duaal leren op te waarderen. Want het is soms spijtig om te zien dat we heel wat talent op 18 jaar zien stranden zonder scholing te hebben doorlopen. En eigenlijk vanuit de Vlaamse overheid opnieuw die scholing moeten geven. Hè, via wijtrajecten, via VDAB-opleidingen, noem maar op. Dus ik zou zeggen, minister, vooral samen met minister Kevits kijken naar de CLB's toe, hoe ook daar het schoolverlatersrapport, wat inderdaad verplichte lectuur, collega Botuinen, hoe de CLB's en minister Kevits op dat schoolverlatersrapport ook zelf reageert. Ik kijk ook uit naar haar reactie. Mevrouw Talpen. Dank u wel, voorzitter, meneer de minister. Collega Botuinen, ik had vandaag graag met u het podium gedeeld. Ik ben blijkbaar onbewust al in mijn dresscode daarop afgestemd. Maar het goede nieuws is dat 90% van de schoolverlaters na 1 jaar een job vindt. Dat wordt wel wat overschaduwd natuurlijk door de tegenvallende cijfers rond onze jongeren zonder diploma. Nu, u zult wel beamen, het is ook al gezegd dat voorkomen beter is dan genezen en dat we dus in eerste instantie moeten streven om zoveel mogelijk jongeren succesvol die eindmeet van de leerplicht te brengen. En met voldoende startcompetenties uiteraard. Maar laat ons ook realistisch zijn, dit zal nooit een sluitend verhaal zijn, dus we moeten aanvullend en zeker op maat van de jongeren gaan remediëren. En daar volg ik u uiteraard, meneer de minister, dat werkervaring daar een cruciale rol in speelt. Nu, in het VSOC-akkoord loopbaanbegeleiding 2012... werd het aanpakken van die ongekwalificeerde uitstroom als prioritaire actie aangemerkt. Er werden verschillende maatregelen naar voren geschoven, waarvan er al verschillende op de rails werden gezet. Er was ook het engagement om op termijn de kwalificatieplicht en de werkervaringsgarantie tot dat te komen voor die ongekwalificeerde schoolverlaters. Dus had ik graag vernomen wat daar de stand van zaken is en of dat u het nuttig acht om het VSOC-akkoord bij te sturen. Mevrouw Kerbach. Ja, meneer de minister. Ongekwalificeerde uitstroom stijgt een beetje.
laaggeschoolde ook stijgt. Dus dat zijn toch wel cijfers die u moeten verontrusten. Wat je ook ziet, is dat 1 op 3, of zelfs meer dan 1 op 3, na 1 jaar nog werkzoekend is. En vergeleken met 5 jaar geleden is dat ook een stijging. En u verwijst daar naar uw maatregel tijdelijke werkervaring, hè, om die jongeren meer kansen te geven op die arbeidsmarkt. En aan het doelgroepenbeleid, nu, wat dat doelgroepenbeleid betreft, en heel specifiek ten aanzien van die laaggeschoolden, daar heeft u de loonkost fors verhoogd. Tot 60%, meneer de minister. Terwijl op federaal niveau uw partij constant hamert op die loonkost bij jongeren. Dus mijn vraag is, gaat u naast het investeren in werkervaring ook de overstap naar volwaardige jobs ook stimuleren door die verhoging van die loonkost terug te draaien? Minister Muiters? Nee, Anouri was er. Ah, sorry, meneer Anouri. Ja, ik kijk altijd naar rechts en nooit naar links. Dus daarmee goed. Bij deze is het nog nooit te laat, meneer de voorzitter, om van reactie te veranderen. Meneer de minister, ik had nog een extra vraag of een extra opmerking. Ik ben uiteraard verheugd dat er minder jongeren lang werkloos zijn, maar u bent het met mij eens, ongetwijfeld, dat dat niet verdoezelt dat er nog problemen zijn. Er zijn nog heel wat pijnpunten voor jongeren. Eén daarvan is dat steeds meer jongeren afhaken en zich niet inschrijven bij de VDAB. En een tweede is dat steeds meer jongeren doorstromen naar het OCME in een leefloon in plaats van naar een job. En ik denk dat allebei heel grote pijnpunten zijn. En ik denk dat dat vooral ook een reden is voor u en een signaal om meer werk te maken met een inclusief beleid, zodat u de jongeren ook meeneemt in uw beleid dat u voert als minister van Werk, zodat ze niet aan uw lot overblijven en dat ze van de radar verdwijnen. Dus dat is een oproep mijnentwege. Minister Muiters? Ik kan u geruststellen, meneer Anouri, dat is ook niet, maar morgen gaan we daar in de commissie op een vraag van u veel dieper op in. Maar u bent hier en daar een beetje verkeerd ingelicht, veronderstel ik. Want bijvoorbeeld, wie leefloner is, wordt automatisch bij de VDAB ingeschreven. Dus dat zijn elementen die verdwijnen niet van de radar. Maar dus in elk geval, dat wil ik daarmee meegeven. Naar collega Kerkbach. Ja, u weet dat, we verschillen van mening. U denkt, maakt ze goede koop en ze worden aangeworven. Ik denk, we maken ze goede koper met RSZ. Nee, mevrouw Kerkbach, je moet de absolute aantallen en de percentages zien. Ik heb u de uitleg gegeven die VDAB geeft. U kunt nee zeggen, maar de VDAB geeft als uitleg niet dat ze te weinig goede koop zijn. Ze geven de uitleg dat de jongeren, die anders misschien wel zouden verder proberen om dat diploma te halen, nu toch op de arbeidsmarkt gaan. En dan ben ik het wel eens met collega Botuinen. Want wat zeggen werkgevers? Die zeggen niet, die jongens hebben geen diploma, die meisjes hebben geen diploma, maar ze vragen zich af, gaan ze wel de juiste attitude hebben om ook in de toekomst, en we weten vandaag, een job is niet voor eeuwig, om ook in de toekomst voldoende te leren. En het zijn die attitudes die we dankzij werkervaring de werkgevers kunnen overtuigen van het is iemand met goede attitude, de jongeren attitudes bij kunnen geven. En ik denk, en ik ben het daarmee eens, dat is de goede manier van werken, dat is wat we aan het doen zijn. En collega Talpen, we zijn er nog volop mee bezig met die uitvoering van dat akkoord van VESOC. Ik geef maar één voorbeeld. Deze week nog, of was het vorige week, de weken gaan snel, heb ik met VOCA nog een project Weld naar voren gebracht. Een project waarbij de werkgeversorganisatie bedrijven zoekt om allerlei ervaringsplaatsen met bedrijven te doen. Ze hadden een doelstelling van 275 bedrijven te bereiken. Ze zitten nu al boven de 280 en daar zitten veel meer plaatsen achter, want de meeste van die bedrijven hebben er verschillende. Unizo heeft zo'n actie. Dus ik zou nu nog niet zeggen van we moeten het er schrijven. Die uitvoering is volop bezig. Ik denk ook op een heel goede manier bezig. En we moeten op 1 januari effectief met heel wat bedrijven kunnen starten naar die tijdelijke werkervaring. Dus ik denk dat we daarmee wel een oplossing bieden die RSZ-korting gecombineerd met werkervaring, met attitudevorming, met competentievorming en dan die jongeren effectief meer hebben. En natuurlijk, u hebt gelijk, laten we ook vooral inzetten op meer voorkomen dan genezen. Hoe minder, en dat is toch wel, als je de 27% was een veel hoger aantal, op een veel hoger aantal dan de 34. Ik denk dat we meer dan 1000 jongeren minder hebben. Dus in absolute aantallen zijn we tussen 2012 en 2015 wel gezakt. Maar we moeten daar blijven aan werken. Dit is een aandachtspunt, maar u weet dat zowel collega Kevits als ikzelf blijven daar heel hard aan werken. Meneer Botuinen.
Ja, dank u wel, meneer de minister. Ik denk dat dit inderdaad de grootste uitdaging is, of een van de grootste uitdagingen is op onze arbeidsmarkt, die mensen zonder diploma toch naar de arbeidsmarkt toeleiden. Ik denk dat we dat moeten doen door vanaf dag 1 de nodige begeleiding en opleiding te voorzien. Werkervaring is daarbij cruciaal. Vorig jaar waren er minder werkervaringsplaatsen bij VDAB. Ik hoop dat al uw nieuwe initiatieven ervoor zullen zorgen dat de cijfers terug omhoog gaan en dat we hier volgend jaar een beter rapport hebben, ook als het gaat over de ongekwalificeerde uitstroom. We zullen het alles eens blijven opvolgen. Goed, dankjewel. De volgende drie vragen zijn gesteld aan minister Gats, maar minister Gats verblijft op dit moment in het buitenland en de antwoorden zullen verstrekt worden door de thans afwezige minister Tommelijn. 3, 2, 1. Ja, daar komt hij binnen. De volgende actuele vraag is van Marius Meremans en Sven Gats en die gaat over het herhaaldelijk opzoeken van polarisatie en controverse door KIF-KIF. En de overeenstemming hiervan met de uitgangspunten en de geest van het decreet op het sociaal-cultureel werk. Meneer Meremans. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Minister Gats zit in Soweto, volgens de laatste Twitter dat ik gezien heb. Dus bij deze is de vraag voor minister Tommelijn, de loco-minister van cultuur. En ik wil het even hebben over het sociaal-cultureel veld, collega's. Ik ben daar zelf actief in. Ik ben bestuurslid voor KBB en ik vind dat belangrijk, het sociaal-cultureel veld. We hebben dat middenveld nodig, een kritisch, sterk middenveld is nodig als bruggenbouwer tussen de maatschappij en de overheden. En inderdaad, volgens het decreet 2003 zijn er ook 35 bewegingen die gesubsidieerd worden. Onder hen is ook KIF-KIF, die krijgen zo circa 200.000 euro per jaar. En KIF-KIF, excuseer, is een interculturele beweging, ik lees eventjes, voor gelijkheid en tegen racisme, voor een solidaire, democratische, interculturele samenleving. Ze zijn pluralistisch, collega's, en zelf kritisch. Maar wat zien wij nu, en dit is de eerste keer niet, dat die beweging eerder een forum aan het worden is voor haatboodschappen, voor polarisering, voor het opsten van gemeenschappen tegenover elkaar, laat staan dat dat iets te maken nog heeft met bruggen bouwen. En daarom mijn vraag aan de minister, dat is de volgende. In hoeverre is de minister, minister Gats in dit geval, van oordeel dat het herhaaldelijk opzoeken van polarisatie en controverse door KIF-KIF in overeenstemming is met de uitgangspunten en de geest van het huidige decreet op sociaal-cultureel werk? Minister Tommelijn. Dank u, meneer Gats heeft gevraagd mij u het volgende mede te delen. De beweging KIF-KIF is inderdaad een beweging, een van de vele werksoorten in het sociaal-cultureel werkveld. En ze hebben zich gespecialiseerd in het strijden voor gelijkheid en tegen racisme. Het is belangrijk dat een overheid diverse stemmen ondersteunt en niet alleen stemmen die het gangbare beleid steunen. Ik denk dat dit het bewijs is van een voldragen democratie. KIF-KIF werkt ook niet met de klassieke actie- en campagnemodellen, maar met een maatschappelijke activeringsfunctie. En dit vult zich in aan de hand van journalistieke werking en juridische actie. Maar de manier waarop bijvoorbeeld beeld je eens in, zaken in beeld worden gebracht, roepen toch op zijn minst vraagtekens op. En zijn bij wijlen minstens even wansmakelijk en respectloos dan de dingen die ze willen aanklagen en nodigen zeker niet uit tot een constructieve dialoog. Nu, in het recente verleden zijn er nog een aantal andere wansmakelijke acties geweest, al dan niet uit sociaal-culturele hoek. Al dit soort acties roepen inderdaad niet op tot dialoog en constructieve houdingen, maar dit impliceert niet dat daarom de organisatie op zich in vraag moet worden gesteld. Dus ik vat samen. We moeten als overheid een groot aantal organisaties met uiteenlopende visies op het maatschappelijke en politieke leven subsidiëren. De ondersteuning wordt ook gegeven als die standpunten niet van de Vlaamse overheid zijn. Zelf ben ik van mening dat KIF-KIF niet meteen koos voor de meest wijze aanpak. Om haar standpunt kenbaar te maken en om haar kritische rol te spelen als sociaal-culturele beweging. En de manier waarop campagnes worden gevoerd, de manier waarop organisaties hun doelstellingen trachten te verwezenlijken, blijven echter wel de autonome keuze van organisaties die vanuit een civiel perspectief vormgeven aan onze samenleving. Dus het is niet wenselijk om inhoudelijke keuzes vanuit een overheid te beknotten, maar niet ruimte te geven aan de diversiteit en standpunten die het debat in onze samenleving aanzwengelen. Alsjeblieft. Meneer Meremans. Ja, ik zou toch collega's wel voorbeelden willen geven. Bijvoorbeeld Daria Safai, dat is een vrouwenrechtenactiviste, vooral met de vrouwenrechten in Iran. Daarvan zegt Kief op de site, die heeft psychologische problemen, die heeft een trauma. Er is een aanval op een directie van een katholieke school in verband met kledingsvoorschriften. De racisme is relatief prijs, komt van KIF-KIF. Daarvan wordt gezegd Olga Leijers.
slimste mens ter wereld, ik citeer, die leidt aan eurocentrische superioriteitswaan. En dan hebben we de cartoon gehad als kap de vuurpijl van twee bekende politici. Ik stel me de vraag, en ik zou toch wat meer aandrang willen, ook, zou het ook aandringen bij minister Gats, dat organisaties die werken met belastingsgeld van de kijkers thuis, dat die toch gebonden zijn aan de uitgangspunten en de voorwaarden van een decreet. En ik ga ervan uit dat zij daar niet meer aan gebonden zijn. En ik zou willen vragen daar toch een onderzoek naar te willen instellen. Wie wens aan te sluiten? Heer Cornelen. Mevrouw Bastiaans. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, ik was heel blij om in uw antwoord inderdaad te horen dat u zelf en ook minister Gats, namens wie dat u inderdaad deze boodschap bracht, het civiel perspectief van de sociaal-culturele organisaties naar voren blijft schuiven en vooral ook stelt dat we organisaties als niet een vraag mogen stellen, ook niet wanneer dat zij eventueel acties hanteren of acties opzetten die niet direct naar ons eigen zin en goesting zijn. Want ik vind het absoluut een meerwaarde en die moeten we ook absoluut blijven bewaken. Dat is dan ook mijn vraag aan u, dat elke organisatie zelf moet kunnen uitmaken op welke manier dat zij hun eigen doelstelling willen waarmaken. Ik denk dat dat de eigenheid is van het sociaal-cultureel werk en ik wil u dan ook vragen om daar waakzaam voor te blijven en die uitdaging te blijven ontwijken. Ja, het is inderdaad een wansmakelijke vertoning die ze naar voren gebracht hebben. En bij die bekende politici hoort ook iemand van onze partij. Maar het is natuurlijk niet zo dat omdat een organisatie belastingsgeld krijgt, dat dat betekent dat wij moeten ingrijpen in op welke manier dat zij communiceren. Betekent dat dat wij inderdaad niet een dialoog moeten opstarten? Akkoord. En dat het debat op een andere manier beter zou gevoerd worden, ben ik ook mee akkoord. Maar een democratie is pas echt een weerbare democratie als die dergelijke stemmen op een open manier worden tegengesproken in plaats van in vraag gesteld op vlak van subsidies, denk ik. Ik denk dat we daar toch als een sterke democratie op een volwassen manier mee moeten kunnen omgaan. Mevrouw Idrissi. Dank u wel, meneer de voorzitter. Inderdaad, het waren wansmakelijke beelden. En Kif-Kif heeft daar eigenlijk onmiddellijk op gereageerd door die beelden weg te halen. En ik kan alleen maar zeggen, hulde aan minister Gats, dat hij dit principe ook huldigt, dat we vanuit de politiek niet kunnen inspelen, ook al zijn we het niet eens met bepaalde meningen, dat we daar niet op kunnen inspelen. Nu, als er grenzen zijn overschreden in een democratische rechtsstaat kunnen we nog altijd. Stel dat de N-VA vindt dat het echt grenzen overschreden zijn. Wel, in een democratische rechtsstaat hebben we daar spelregels voor. En niets weerhoudt N-VA om dat dan ook aan te pakken. Meneer Caron. Dank u wel, voorzitter. Minister, het was een foute foto. Hè. Ze hebben hem gelukkig snel weggehaald. Er was niet alleen een eurocentristische gedachte achter, maar zelfs uw eigen voorzitter werd in dat hok gekapiteld. Maar wat ik wil zeggen, in cultuur en media hebben we de gewoonte van democratisch pluralistisch te subsidiëren en de overheid kiest niet op basis van inhoud. Er zijn natuurlijk rechtsregels die we moeten volgen, maar de overheid kiest niet op basis van pluralisme is een basis van ons cultuurbeleid. We subsidiëren bij wijze van spreken vaak onze tegenstrevers of onze critici. En dat is een fantastische kracht in onze democratie. Meneer Meeremans, u wilt toch niet dat we alleen subsidiëren volgens het principe wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja, maar weet u, dat en het verhaal van Apache. Dat en het verhaal meneer van Meeremans, Apache. U krijgt straks de repliek. Nog twee keer kunt u reageren. Wijst uitdrukkelijk in die richting. En ik zou zeggen, beheers u wat dat betreft de dag dat uw partij niet meer zo groot is als vandaag, zal u ook een stem blijven krijgen dankzij dit soort decreten en dit soort houding. Ik dank meneer Tommelijn van harte voor het steunen van dat principe. Meneer Janssens. Meneer Janssens. Dank u voorzitter, meneer Meeremans. Ik ben uiteraard blij dat u vandaag deze vraag stelt. Vooral omdat u vorige week, toen ik zelf
Het had over de subsidieverhoging met 800.000 euro aan allerlei migrantenverenigingen. Dat u toen zweeg. Ik had toen gedacht dat ik toen ook een bondgenoot in u zou vinden. Maar dat was niet het geval. Maar ook wat Kif-Kif betreft, oogst men natuurlijk nu wat men gezaaid heeft. Want de Vlaamse regering heeft het sinds haar aantreden nodig gevonden om de subsidies voor deze vereniging steeds te verhogen. In 2014 was dat nogal 188.000 euro. En in 2017 is dat al 204.000 euro. Een stijging met bijna 10%. Dus mijn oproep aan u, meneer Meermans, is: maak er eens werk van in de Vlaamse regering om de subsidiestroom naar allerlei organisaties van bedenkelijk allooi, zoals Kif-Kif, om die stop te zetten. Want wat mij betreft, linksactivisme, islamisme, linksactivisme, het kan allemaal, dat is vrijheid van meningsuiting, maar men moet zich wel houden aan de regels van het parlement, aan onze decreten en vooral, het moet niet op kosten van de belastingbetaler. Minister Tomlijn. Ja, ik heb begrepen dat daar dus nogal wat meningsverschillen over bestaan hier in dit parlement. Ik denk dat ik de boodschap heel duidelijk breng. De cartoon of de afbeelding, dat wordt duidelijk veroordeeld. Dat noemt bijna iedereen hier wansmakelijk. Het is duidelijk dat dit niet de juiste manier was om een boodschap te brengen. Maar we moeten inderdaad het kind ook niet met het badwater weggooien. We hebben een diverse samenleving, er zijn diverse groeperingen. Iedereen maakt al eens een vergissing, denk ik, ook in de communicatie. Wie ben ik, meneer Beenders, om dat te veroordelen? Maar goed, ik denk dat het duidelijk is dat wij de actie op zichzelf toch wel ook bedenkelijk noemen. Dat dit veel vraagtekens oproept, maar dat dit voor de minister van Cultuur absoluut niet van die aard is om de organisatie op zich in vraag te stellen of de ondersteuning van een organisatie in vraag te stellen. U hebt daar een andere mening over, dus bij deze heb ik hier gebracht wat de minister mij heeft overgemaakt. Meneer Meermans, slotopmerking. Ik zou toch graag willen nuanceren. Een kritisch middenveld is nodig. En ik zal mijn partij en wij zijn de eerste om dat te gaan verdedigen. Het verleden is daarin onze bondgenoot. Maar ik wil één ding duidelijk zeggen. Dat een vereniging, en we reiken ook de hand aan organisaties die het goed menen, want door de capriolen van Kif-Kif komen zij ook in een slecht daglicht te staan. En dat vind ik erg. Dat vind ik erg. Onze bondgenoten worden daardoor eigenlijk in een slecht daglicht gesteld. Maar ik wil één ding zeggen. Wie subsidies vraagt op basis van een dossier, op basis van uitgangspunten, en daarna zijn eigen uitgangspunten verloochent op een site, in acties en door handelingen, dan kan ik toch niet uitleggen, belastingbetaler, dat je daaraan geld blijft geven. Ik vind, wie subsidies ontvangt, moet ook zijn eigen dossier respecteren. Dat zijn de regels in dit huis, dat is de regels van onze samenleving, en dat is democratie. Wie zich niet houdt aan de regels die bepaald zijn, die wordt daarvoor gesanctioneerd. Dat is met elke burger in dit land zo, en dat geldt ook voor elke organisatie. En daar zullen wij blijven voor strijden. Ik zal zeggen, ik zal minister Gats zeker daarover blijven aanvuren. Ook nog over andere organisaties zullen wij goed in toog houden dat zij hun uitgangspunten wel degelijk naleven. Dat is de taak van onze democratie. De volgende actuele vraag is van Keur de Loor. Ook gericht aan Sven Gats, maar beantwoord door minister Tomlijn. En die gaat over de betaalbaarheid en toekomst van concerten en festivals in Vlaanderen naar aanleiding van de gerechtelijke actie tegen Saban. Ja, dank u wel, voorzitter. Het zal een totaal andere toon zijn, meneer de minister. Ik zou zeggen, het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Ik weet niet of dat die zinnen u iets zeggen, maar het is, ja, als u iets zeggen, dan hoef ik het u niet meer uit te leggen. Inderdaad, dat klopt. En als je het weer ziet van de voorbije week, dan denk ik dat er hier velen onder ons zijn, maar ook honderdduizenden jongeren, die reikhalzend uitkijken naar de festivalzomer, naar de concerten, naar de optredens. En ik denk dat ons land en dat Vlaanderen vrij uniek is in de festivalwereld. Want elke avond, elk weekend en elke zwoele zomerdag, zal ik maar zeggen, is er wel in Vlaanderen een festival of een concert te beleven. Maar collega's, er hangen zware onweerswolken over dat mooie en gevarieerde festivallandschap. En eerder deze week trok een coalitie van festival- en concertorganisatoren naar de rechtbank van Koophandel
omdat Sabam, de auteursrechtenvereniging Sabam, eenzijdig een prijsverhoging heeft opgelegd. Ze hebben echt wel aan de alarmbel getrokken. En door die prijsverhoging betekent dat natuurlijk weer opnieuw een extra kost die erbij komt. Vandaar dat het FMIV aan de alarmbel trekt. En dan kan je natuurlijk op basis van die prijsverhoging, die kosten die er weer bij komen, als organisator twee zaken doen. Ofwel reken je dit door aan de festivalbezoeker, door middel van hogere ticketprijzen, door middel van hoge drankprijzen, door middel van hoge foodprijzen. Maar dan breng je natuurlijk de betaalbaarheid een stuk in het gedrang. Ofwel zeg je, we gaan dat intern trachten op te lossen, maar de voorbije jaren waren er al redelijk veel facturen en kosten luid, doorgeschoven naar de festivals, waardoor de toekomst ervan in het gedrang komt. Vandaar dan ook de vraag, meneer de minister, of u en uw collega Hats de bekommernissen delen van de festivalorganisatoren en of u bereid bent, of uw collega Hats bereid is om samen met Gen en ook met de federale collega's rond de tafel te gaan zitten. Goed. Om die betaalbaarheid te garanderen en ook de toekomst ervan te minister verzekeren. Tomlijn. Dank u wel voor uw vraag, meneer De Roo. Ik ken dat iets beter, want ik heb ooit, toen ik nog federaal parlementslid was, mij enorm bezig gehouden met Sabam en alles wat daarmee te maken had. Ik heb om te beginnen begrip voor de bezorgdheid van de festival- en concertorganisatoren. Dat geldt ook voor minister Gatse, want ik spreek namens hem. Hè. Sabam valt echter onder verantwoordelijkheid van de federale minister, bevoegd voor economie. En overeenkomstig de huidige wetgeving gaat een vertegenwoordiger van die bevoegde minister na of de beslissing naar maatregel overeenstemmen met de wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen van Sabam. Er is wel degelijk overleg geweest, blijkbaar tussen Sabam en de sector, alvorens tot nieuwe tarieven te komen, maar er bestaat de onduidelijkheid over het resultaat van dit overleg. Er zijn daar diverse artikelen over in de pers verschenen. Sabim geeft trouwens ook aan in hun communicatie dat die hogere tarieven de kunstenaars en componisten te goede komen. Ik heb in dit dossier al meermaals een discussie gehoord van het evenwicht vinden tussen betaalbaarheid en auteursrechten. Nu, als minister van cultuur, zegt mijn collega, vindt hij het wel belangrijk dat er een evenwicht is tussen een correcte vergoeding van de kunstenaars, en dat is ook juist, maar ook een goed en betaalbaar netwerk van speelplekken. Maar minister Gatse is bereid om een gesprek aan te gaan met de bevoegde federale minister en Sabam om onder meer de nieuwe tarieven te bespreken. En hij zal er ook op aandringen bij Sabam dat er een meer transparantere manier komt om aan te tonen hoe hogere tarieven wel degelijk kunstenaars en componisten ten goede komen. Alsjeblieft. Meneer Loor. Ben tevreden dat u inderdaad ook, en samen met uw collega Hats, de sense of urgency inziet. Het is inderdaad een federale bevoegdheid, Sabam. Maar het gaat mij om de toekomst en de betaalbaarheid van festivals en van concerten. Want er zijn een aantal logische kosten. Er zijn een aantal logische kosten die de voorbije jaren op de organisatoren zijn afgekomen. Dan heb ik het in de eerste plaats op veiligheidskosten na het drama in 2011 op Pukkelpop. En sinds vorig jaar de verhoogde terrorisme-dreiging. Dat wordt ook een stuk doorgeschoven naar de festivalorganisatoren. Ook het comfort en ook bijvoorbeeld toegankelijkheid voor personen met een handicap. Maar ik denk dat alle organisatoren graag die kosten erbij nemen. Maar onverklaarbare kosten, zoals het eenzijdig opleggen, en er kan nu discussie zijn over het feit of dat inderdaad al dan niet overlegd is. Alleen, er was geen uitkomst, er was geen oplossing. En nu wordt dat eenzijdig opgelegd in 2017. Maar ik ben tevreden, meneer de minister, over het feit dat minister Hats ook rond de tafel wil gaan zitten, contact opnemen met de organisatoren en met zijn federale collega, want ik verwacht hier ook wel actie in. Meneer De Gucht. Dank u, meneer de voorzitter. Ik zou bijna zeggen, meneer De Loor, dat het een bijzonder interessante vraag was geweest voor door te spelen aan uw collega's die in de Senaat zaten. Het is een interessante materie en u kunt dan ook aan de federale ministers die vragen stellen. Nu, het is niet alleen meneer Tomlijn die daar in het verleden op het federale vlak mee bezig geweest is. Als ik de laatste cijfers die ik opgevraagd heb, zijn de beheersmaatschappijen nog 524 miljoen euro te goed aan verschillende artiesten. 524 miljoen euro. Hè.
die nog altijd te goed staan. En daarnaast verhogen ze die bedragen en ze verhogen die bedragen forfaitair. Terwijl het eigenlijk vandaag perfect mogelijk is met de technologie om digitaal te zeggen hoeveel nummers het zijn en daar met andere woorden per nummer de bedragen te innen. Dus het is zeker en vast een fundamenteel probleem en we moeten daar naar een veel opener systeem van beheersmaatschappijen en we moeten die monopolies doorprikken. Dus het zou inderdaad een goede zaak zijn moesten de verschillende ministers die daar mee bezig zijn op cultureel vlak, maar ook naar Chris Peters toe, daar dringend over samen zitten om daar een mouw aan te passen. Dank u wel, voorzitter. Meneer Tommelijn, dank u voor het antwoord en voor de bereidheid van uw collega om met federale collega's te praten. Het moet ook zijn. Het is toch wonderlijk, hè? Hoe Sabam er tegen slaagt om hun eigen imago altijd verder te beschadigen. Hè? De onhandigheid zelf, en vooral de wijze waarop ze dat ook communiceren, was weer echt onwaarschijnlijk. Ik wil één boodschap meegeven, veel verder dan deze bespreking. Maar eigenlijk missen we in Vlaanderen een concurrerend model, een concurrentiemodel tussen beheersgenootschappen voor componisten en auteurs. In de USA en in andere landen van de wereld is er wel een concurrentiemodel. Artiesten worden beter vergoed dan bij ons en toch zijn de tarieven er lager. Wel, als goede liberaal, meneer Tommelijn, zou zeggen, breng die boodschap mee. Meneer Meermans. Ja, ik dank de spreker dat hij verwezen heeft naar het hit van Rob de Nijs, hoewel het eigenlijk een cover was van Peter Maffay und Es war Sommer. Maar goed, dit geheel terzijde natuurlijk. Maar we hebben ook ons als N-VA reeds meermaals kritisch opgesteld tegenover Sabam. En we stellen vast ook dat Sabam nu opnieuw ook, zoals collega's aanhalen, haar monopoliepositie gebruikt om dingen door te duwen in plaats van gewoon in te spelen op een overleg met betrokken actoren. Dus wij kunnen niet blijven ontkennen dat concurrentie voor Sabam misschien wel goed zou zijn. En u weet dat wij daar ook wel achter staan. Dus ik zou zeggen inderdaad, ik kijk uit naar dat overleg. En het is natuurlijk een federale bevoegdheid, maar inderdaad, ik denk dat minister Gas daar verdere stappen kan inzetten. Dank u wel. Minister Tommelijn. Ja, dank u wel. Ik denk dat hier toch wel vrij grote eensgezindheid over bestaat. Eerst en vooral dat federale bevoegdheid is. Dus de collega's in het federale parlement mogen ook eens aan de bel trekken op dat vlak. En ik denk inderdaad dat de bezorgdheid meer dan terecht is. Ik heb dat al gezegd. En dat Sabam, inderdaad, meneer Caron, ik deel ook die mening, echt werk moet maken van een betere en transparantere communicatie. Ik heb ook al in het verleden meermaals vastgesteld dat de communicatie, misschien ook in het vorige onderwerp is het aan bod gekomen, maar met goede bedoelingen soms een aantal zaken niet correct communiceert en ook niet transparant genoeg communiceert. Als je dat in alle openheid doet, denk ik dat je veel betere resultaten kunt komen. En ik stel vast dus inderdaad dat mijn Vlaamse collega van cultuur met de collega's op het federale niveau zal een gesprek opzetten. Meneer De Loor, slotopmerking. Ja, tot slot, gebeurt niet elke dag inderdaad dat een tussenkomst van mij breed gedragen wordt. Maar ik ben heel tevreden, meneer de minister. Ik ben heel tevreden, minister, met uw antwoord en ook met de actie die zal ondernomen worden. Ook de federale SPA-collega's zullen daar rond actie ondernemen. En het klopt dat het inderdaad niet de eerste keer is dat Sabam onder vuur ligt. En u verwijst naar een betere en een transparantere communicatie. Ik ben ook grote voorstander voor een betere en een transparante berekening. En we rekenen in deze op de maximale steun van de Vlaamse regering en ook van de minister van Cultuur in het bijzonder. Goed, dankjewel. De volgende actuele vraag is van Katja Segers. Die is, dat is ook een vraag voor Sven Gats, maar die zal ook weer beantwoord worden dankzij de bereidwilligheid van minister Tommelijn. En die gaat over het engagement van de Vlaamse regering om de onafhankelijke onderzoeks- en journalistiek te ondersteunen. Mevrouw Segers. Dank u wel, meneer de voorzitter. We leven in rare tijden vandaag. Tijden waarin onze democratie en haar fundamentele principes vandaag in verschillende landen onder vuur liggen, bedreigd worden. Zo ook persvrijheid en zo ook de vrijheid van meningsuiting. En die zijn zeer vitaal voor onze democratie. We leven in post-truth tijden, waarin de alternatieve feiten gewoon feiten mogen zijn en niet gewoon leugens. Waarin vals nieuws zelfs presidentsverkiezingen beïnvloeden. In die tijden is een onafhankelijke
pluriforme, kwalitatieve media, diepgravende journalistiek is gewoon ongelooflijk vitaal. Maar in Vlaanderen mogen wij echt voorlopig niet klagen. We staan op de 9e plaats in de laatste editie van de World Freedom Press Freedom Index. Maar toch wijst die organisatie ook op een pijnpunt, namelijk de concentratie. Mediaconcentratie die steeds verder gaat. Daarom zijn onafhankelijke initiatieven zoals doorbraak.be, De Wereld Morgen, Mo, maar ook Apache, zijn die zo belangrijk voor het medialandschap. De Vlaamse regering heeft al een aantal stappen gezet om die kleine onafhankelijke initiatieven te ondersteunen. En u gaat mij zo dadelijk waarschijnlijk de opsomming geven van al die kleine ondersteuningsmaatregelen. Maar laat ons eerlijk zijn, minister, meneer de minister, dat zijn natuurlijk peanuts. Dat zijn natuurlijk peanuts. Een structurele ondersteuning blijft uit. En toen we vorige week vernamen dat een van de initiatieven, APAS, zich genoodzaakt zag om aan te kloppen bij het participatiefonds voor een structurele ondersteuning, ja, dan vind ik dat schrijnend. En dat dat aanvraagdossier dan ook nog eens op een veto is gestoten van de vertegenwoordiger van de bevoegde minister, ja, dan staat dat ook in schril contrast tot het Vlaamse regeerakkoord. Dat regeerakkoord zegt expliciet te willen ondersteunen. Ja. Daarom is mijn vraag, meneer minister Tommelijn, op welke manier gaat de Vlaamse regering gevolg geven aan het regeerakkoord en de onafhankelijke journalistiek structureel ondersteunen? Minister Tommelijn. Dank u, mevrouw Segers, voor uw vraag. Met heel veel plezier beantwoord ik deze. Het is nog eens over media dat het mag gaan. Een kwaliteitsvol en divers mediaaanbod in Vlaanderen, dat is belangrijk ook voor de Vlaamse regering. Dat maakt trouwens ook onderdeel uit van het Vlaamse regeerakkoord. De steun aan de pers moet zich focussen op journalistiek en dat gebeurt ook. Want hoe een bedrijf zijn financiering voert, dat is een ander gegeven, dat is hier niet aan de orde. Wij geven steun vanuit mediabeleid aan het fonds Pascal de Kroos, trouwens een Oostendenaar, die jaarlijks met recht en reden een bijdrage krijgt van 300.000 euro van de Vlaamse overheid. Ze spelen een essentiële rol om pluriformiteit en onderzoeksjournalistiek te stimuleren. En in deze tijden van media rat race geeft het toch wel extra tijd voor de journalisten. De Vereniging van Vlaamse Journalisten krijgt sinds 2015 extra steun, ook 100.000 euro, met het journalistenloket. Dat voor iedereen openstaat, versterkt ze de rol van journalist als betrouwbare gids. En het publiek wordt dagelijks geconfronteerd met een potentieel overaanbod aan nieuws offline en meer dan ooit online. Media 21, de online pers, trad dit jaar toe tot het project Media Academie. Ook dat maakt het plaatje voor de mediasector compleet en in totaal wordt 1 miljoen geïnvesteerd. We gaan ook het komend schooljaar spelers ook toetreden tot het project Nieuws in de Klas. Kinderen leren omgaan met digitale media, dat is belangrijk. Ook daar een investering van 1 miljoen. Er werd ook met succes een oproep voor innovatieve journalistieke projecten gelanceerd. 4 projecten, goed voor 200.000 euro. En we gaan er in 2017 herhalen. En dan, last but not least, de VRT. Die heeft in de beheersovereenkomst 2016-2020 de taak om kwalitatieve nieuwsberichting als kernopdracht te brengen. Ze heeft bijzondere aandacht besteed aan onderzoeksjournalistiek. Ze maken minstens 10 diepgravende onderzoeksjournalistieke reportages per jaar op het VRT Nieuws. En ze investeren ook meer in documentaires. Dus mevrouw, deze regering investeert in journalistiek. Dat is vandaag zo, dat is morgen zo en dat zal een prioriteit blijven. Dat zijn maatregelen die de verscheidenheid ondersteunen en de geloofwaardigheid ervan stimuleren. Alsjeblieft. Dank u. Mevrouw Segers. Meneer de minister, ik ben persoonlijk heel blij dat u zich positief uitlaat over de VRT. Dat is heel goed. Maar ik heb die discussie met minister Gats al heel veel keren gevoerd. Maar u mag het mij niet kwalijk nemen als ik gewoon verwijs naar de doelstellingen uit het regeerakkoord. Daar staat mediasubsidies en ondersteuning van papieren kranten. Als het daarover gaat, dan kunnen we niet omheen over de federale gunstmaatregelen aan de geschreven pers. De steun aan de post voor 170 miljoen, de BTW-regeling jaarlijks 50 miljoen. In totaal 400 miljoen per jaar gaat er vanuit federaal naar de geschreven pers. Voor alle duidelijkheid, ik vind dat goed. Ik heb daar niets tegen. Maar als je vergelijkt die bedragen tegenover wat de onafhankelijke journalistiek krijgt, dan zijn dat peanuts. Vandaag zijn we in de situatie dat dag allemaal, de onderzoeksjournalistiek van dag allemaal, 100 keer meer ondersteund wordt dan de onafhankelijke journalistiek van Media 21. Goed. Dus als je echte doelstellingen wil realiseren, meneer de minister, dan wordt het tijd
om in een interministerieel overleg rond de tafel te gaan zitten met federale collega's en hierover afspraken te maken. Welke voorwaarden kunnen verleend worden aan de federale steunmaatregelen? Wie wenst aan te sluiten? Jaron, zeg. Amai. Jij niet? Jij ook? Ah, ja, ik weet dat niet. Hè. Je knikt zo onvriendelijk tegen mij. Ja, ik kon dat niet goed interpreteren. Meneer De Geugt, u heeft het woord. Ja, we moeten er als maatschappij alles aan doen om inderdaad ervoor te zorgen dat we de juiste informatie naar de bevolking krijgen, om dat ondersteunen. Ervoor zorgen dat dat op een onafhankelijke manier gebeurt. Mevrouw Segers, wij verschillen daar af en toe een beetje in mening, omdat u naar de kranten kijkt als iets dat onder een bepaald monopolie of twee of een duopolie zit, die ervoor zorgen dat de mensen op een verkeerde of soms te weinig manier worden geïnformeerd. Ik vind dat persoonlijk niet zo. En ik denk dat we inderdaad met de regering, met deze regering, moeten ervoor zorgen dat die kleine initiatieven maximaal ondersteund worden. Ik zou op Apache iets kunnen zeggen, maar ik ga dat niet doen om de eenvoudige reden dat ik een vraag heb in de commissie. Dus dat zou wat verkeerd zijn, maar het is omdat u het aangehaald heeft dat ik het even aanhaal. Ik vind dat we die blijvend moeten ondersteunen, want het is daar juist ook al aan bod geweest. Die democratie is daarbij gebaat van onafhankelijke stemmen te horen. En dan moeten we dat ook vanuit de overheid maximale ondersteuning kunnen geven. Meneer Caron. Dank u wel. Ik zou bijna hetzelfde kunnen zeggen als op twee vragen geleden. Een sterke pers is namelijk een basis voor een pluralistische en democratische samenleving. En ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En we laten dus ook gewoon de zaken zeggen zoals ze zijn. Hè. Mijn collega fluistert mij in toer, maar ik had juist dezelfde gewaarwording. Als u 's morgens 4 of 5 kranten leest, dan hebt u er eigenlijk maar 2 gelezen. Er zijn eigenlijk maar 2 kranten meer in dit land. Hè? En hier en daar is er nog een commentaarstuk dat een beetje afwijkt. Maar het pluralisme staat onder druk en ook de regulator voor de media die de concentratie van de pers meet, zwaait al een tijd met de oranje knipperlicht of zelfs met de rode vlag dat er iets moet veranderen. En daarom, meneer de minister, alleen al daarom is het nodig dat civiele organisaties, burgers, maar ook commerciële bedrijven, die alternatieve media opzetten en meer stemmigheid en onze nieuwsgaring en duiding kunnen geven, dat die gesteund worden. Misschien moet dat niet altijd eeuwig en altijd met subsidie. Dat laat ik in het midden. Maar je kunt ook mensen helpen opstarten en nieuwe initiatieven laten ontstaan. Het digitale, waar we toch in geloven, is een fantastische drager. En het blijft onrechtvaardig hoeveel geld naar dat duopolie gaat, federaal geld, versus wat Vlaanderen, maar voor de alternatieve democratische nieuwsmedia veel heeft. Dank u, voorzitter. Ook wij zijn natuurlijk voorstander van een medialandschap met een zo groot mogelijke verscheidenheid, ook kleinere initiatieven online. Maar zoals de minister zei, de subsidiestromen daarvoor zijn zeker niet verminderd in deze legislatuur. Wel in tegendeel, ook voor onderzoeksjournalistiek. Maar die subsidiestromen die dus daarvoor dienen, dat is één zaak, collega Segers. We hebben natuurlijk ook andere subsidiestromen, waar u daarnet even naar verwees. Maar die moeten volgens ons in de eerste plaats dienen voor sociale tewerkstelling. En niet voor de media die u nu opnoemt. Dus de subsidiestromen die er zijn, die mogen er zijn, die mogen ook toenemen. We hebben er ook voor geijverd voor onderzoeksjournalistiek in het verleden. Maar subsidies dienen nu eenmaal waarvoor ze dienen. Dank u. Mevrouw Brouwers. Ja, zeer interessante vraag over het hele geval met de kredietverlening. Spreek ik mij niet uit. Maar persvrijheid is natuurlijk belangrijk, het is hier al een paar keer gezegd, voor onze democratie. En we moeten natuurlijk jonge initiatieven, ook meer digitale initiatieven die geen kranten elke dag bij u thuis in de bus stoppen, die moeten ook op een of andere manier ondersteund worden. Nu, ik vond de opsomming van de dienstdoende minister van Media toch ook wel vrij indrukwekkend, maar het is op zich misschien wel eens interessant om in onze commissie dat toch nog wat verder uit te pluizen of die verdeling effectief evenwichtig is of ook nog nieuwe initiatieven voldoende kansen krijgen. Want het pluralisme in de media, daar kunnen we alleen maar baat bij hebben. Want het is terecht wat onze voorzitter van onze commissie zegt. Binnen geschreven pers heb je eigenlijk nog 2 huizen, hè. Als je 5 kranten leest, heb je inderdaad 2 gelezen. Dat is wel een probleem aan het worden. En zij worden wel heel sterk gesteund via het federale niveau. Dus het blijft een bekommernis, goed, ik denk, van iedereen die het opvolgt. Minister Tommelijn. Ja, ik denk dat ik op de
expliciete vraag om een overzicht te geven van wat deze regering doet. En zoals uw collega Van Dalen zegt, is het zeker niet verminderd. Het kan natuurlijk altijd meer zijn, dat is juist. Maar zoals u weet ben ik de collega van de minister van Cultuur, ook minister van Begroting. Voor heel wat dingen zou het wat meer kunnen zijn. Maar ik denk dat we nog altijd moeten op dat vlak de budgetten in de gaten houden. Maar ik denk dat het niet alleen over geld gaat. Het gaat ook over een benadering die heel duidelijk zegt dat de Vlaamse regering daarvoor ijvert, daarvoor inzet en dat ook zal blijven garanderen. En als wij een vrij sterke, en u weet en u kent mijn interesse voor het onderwerp, een heel sterke publieke overheidszender hebben, met de VRT, die toch ook belangrijke opdrachten krijgt in hun beheersovereenkomst om onderzoeksjournalisten te gaan doen, om ervoor te zorgen dat ze meer investeren in documentaires, dan kunnen we dat ook doen op deze manier. We hebben ook veel radio's die op dat vlak bezig zijn met verschillende items. Dus ik zou zeggen, ik denk dat de verscheidenheid in de media op dit moment ondersteund wordt en dat wij dat stimuleren. We hebben natuurlijk nog een heel belangrijk gedeelte die vroeger veel minder van belang was. Dat is de sociale media, alles wat daar rondhangt, digitaal, internet, die toch ook nog altijd een rol spelen in het volledige medialandschap. Alsjeblieft. Mevrouw Segers, opmerking. Ja, collega Van Dalen, over die subsidiestromen voor de onafhankelijke journalistiek, die heb ik tot op vandaag echt nog niet gezien. Ik kan alleen maar vaststellen dat deze Vlaamse regering voorlopig niet meer doet dan wat rommelen in de marge. Kruimels zijn het die de onafhankelijke journalistiek tot vandaag toegestopt krijgt. Het blijven mooie woorden, ook bijvoorbeeld over het sociaal charter, waar ik al 2 jaar, sociaal charter voor de geschreven pers, waar ik al 2 jaar op aandring en waar geen doorbraak in komt. Dus ik denk dat het tijd is voor een structurele financiële injectie in de nieuwsmedia, maar het is ook tijd om te stoppen met het richten van de pijlen op steeds eenzelfde kritisch nieuwsmedium, Apache met name. Dus wij vragen, zoek echte oplossingen. En omdat wij dit zo belangrijk vinden, die ondersteuning van ons kwaliteitsvol divers medialandschap, gaan collega's van Groen en wij zelf een resolutie neerleggen om de Vlaamse regering aan te sporen om echt werk te maken van het ondersteunen van de onafhankelijke journalistiek. Goed, de laatste actuele vraag is van Jean-Jacques de Gucht en is gericht aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering. Maar in dit geval in het kader van zijn bevoegdheid onroerend erfgoed. En die gaat over het onderzoek naar de onroerend erfgoedkaart in de mooiste provincie van Vlaanderen, Limburg. Oh. De voorzitter heeft zich even laten gaan, meneer De Gucht. Het is inderdaad een charmante provincie. En ik denk dat we er moeten voor zorgen dat daar mooie huizen blijven staan en ook dat het onroerend erfgoed daar alle kansen krijgt. En meneer de minister-president, er zijn er die zeggen of schrijven na de boskaart de erfgoedkaart. Nu, zover zou ik niet willen gaan, hè, maar het is inderdaad een groot onderzoek dat start en dat over 6000 beschermde gebouwen en andere gaat dat in kaart brengen. En natuurlijk is het goed dat we een overzicht gaan krijgen, dat is heel positief. En we moeten het behoud van ons onroerend erfgoed stimuleren. Maar, net zoals bij die befaamde boskaart, is hier totaal geen communicatie naar de eigenaars. We hebben het er over het laatst in de commissie ook over gehad, dat er te weinig klantvriendelijkheid uitgaat van de ambtenaren op dat vlak, dat dat problematisch is, dat er geen rechtszekerheid is, dat mensen zelf op zoek moeten gaan en dat eigenlijk op het einde van de rit dat ervoor zorgt dat datgene wat we juist willen beschermen, namelijk dat erfgoed, dat bezwaard wordt door die diensten, waardoor dat mensen bijna schrik hebben om daarin te investeren. Een eenvoudige reden dat ze dan worden geplaagd door een overdaad van onze eigen diensten. En ik denk dat we daar een oplossing moeten voor vinden. En om draagvlak te krijgen bij die mensen die dat onroerend erfgoed in eigendom hebben, denk ik dat communicatie van cruciaal belang is. Dus is mijn vraag dan ook aan u, welke stappen u gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat de verschillende eigenaars, particulieren, maar ook publieke, op de hoogte gebracht worden van de stappen die ondernomen worden en welke de juridische gevolgen zijn voor die eigenaars naar de toekomst toe. En op welke manier
we ervoor gaan zorgen dat die betrokkenheid van die eigenaars vergroot wordt en dus het draagvlak om dat onroerend erfgoed te beschermen en ook naar de toekomst toe een goede invulling te geven, dat dat op een goede manier gebeurt. Minister-president. Dank u wel, voorzitter. Collega De Gucht, u zegt terecht dat mensen zich vergissen als ze het hebben over een erfgoedkaart. Het gaat niet over een erfgoedkaart, het gaat over een inventaris. Maar u vergist zich op uw beurt door tot twee keer toe te spreken over beschermingen. Het gaat precies over gebouwen die we niet beschermen, die we brengen op een inventaris van bouwkundig erfgoed. Een inventaris die trouwens tot stand gekomen is op basis van een decreet van mijn voorganger, collega Dirk van Mechelen destijds. En op basis daarvan is in 2009 voor het eerst een vaststelling gebeurd van die inventaris van bouwkundig erfgoed. Die inventaris van bouwkundig erfgoed is toen vastgesteld. En ik was kersvers minister en een aantal collega's zullen zich dat herinneren. Er kwam nogal wat protest omdat er geen enkel openbaar onderzoek gebeurd was voorafgaand aan de vaststelling van die inventaris. Ik heb dat geremedieerd. U kent het nieuwe decreet over roerend erfgoed. Ik heb gezegd, er moet een openbaar onderzoek gebeuren. En dat is ook wat nu gebeurt. Wat hebben wij gedaan? Een openbaar onderzoek dat hetzelfde is als bij gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. En dat dus veel verder gaat, want bij gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen verander je zelfs de bestemming van een grond, van een terrein, van panden, wat met die inventaris van bouwkundig erfgoed helemaal niet gebeurt. Wordt alleen gezegd, dat is waardevol erfgoed, daar is een zorgplicht voor. Als je een aanvraag indient om te slopen, dan moet de stad, gemeente een afweging maken. Behoud je dat, sloop je dat. En er is een aantal voordelen aan verbonden. Je krijgt afwijking op de energieprestaties, je krijgt sociale renovatiesubsidies, je kunt zelfs een erfgoedlening krijgen, hoewel er geen premies voor bestaan. En je krijgt bij zonevreemdheid ook een aantal voordelen. Dus een pak voordelen en een zorgplicht om te zeggen, kijk, lokale overheden, dat is bouwkundig erfgoed, weeg dat mee af op het moment dat er beslissingen moeten genomen worden. Dus die procedure loopt nu. Voor wat Limburg betreft wil ik er toch op wijzen, collega's, ik heb de cijfers hier bij mij, dat er voor meer dan 95% aan die inventaris niks, maar dan ook niks verandert. Er zijn 103 nieuwe woningen opgenomen in die inventaris, 26 bouwkundige gehelen. De verdwijnen er 214 en 2 bouwkundige gehelen. Dus er verandert nauwelijks iets. Wat we wel doen, dat is nu per provincie die inventaris actualiseren, ook beter beschreven maken dan voorheen. En dus die procedure loopt nu. We zijn gestart met Limburg. Ik herhaal, volgens de correcte procedure, die geldt voor 4 verdergaande ingrepen, namelijk gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Maar nog eens, dit heeft niks, u vergist zich grondig, niks met bescherming te maken. Meneer De Gucht. In 2016, meneer de minister-president, schreef SARO dat duidelijkheid omtrent de criteria cruciaal is. De burger moet immers over de mogelijkheid beschikken om na te kunnen gaan welke redenen er zijn om een onroerend goed op te nemen in een inventaris. En dit op basis van criteria die van toepassing zijn op een inventaris. Dit komt de rechtszekerheid voor de betrokkenen en het draagvlak voor onroerend erfgoed ten goede. Inventarismethodologie moet immers niet alleen voor de specialisten uit het erfgoedveld een werkwijze voor inventarisatie aanbieden, maar moet ook transparant beoordelingskader vastleggen voor de burger die gevat wordt door het erfgoedbeleid. En dat is waar dat het probleem is. Eigenlijk stellen wij dat vast. Hè? Dat wordt vastgesteld en je wordt zelf niet medegedeeld of dat je op een inventaris komt, welke criteria dat daarvoor gehanteerd worden. En je wordt op het moment dat je een gebouw verkoopt, daardoor gevat dat je op een inventaris staat. Dat legt wel een bezwarend gegeven, want die prijzen, tegenwoordig hebben mensen daar tegenwoordig schrik van, dat ze geconfronteerd worden met een gebouw dat op een inventaris staat, aan welke zaken dat daaraan gekoppeld zijn, want u haalt daar juist terecht aan, daar zijn ook voordelen aan gekoppeld. Maar daar zijn ook nadelen aan gekoppeld, want die voordelen die eraan gekoppeld zijn, daar zijn zodanig veel eisen die daar tegenover staan, dat daar een ongelooflijke onzekerheid is en dat daarboven iemand langskomt die u zegt hoe dat je je eigen huis moet indelen. En dat is allemaal wel charmant, maar de bedoeling moet toch zijn dat onroerend erfgoed, goed, dat we dat op een goede manier wie kunnen bewaren. Wenst aan te sluiten. Hij is in. Meneer Beenders.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer de minister-president. Het openbaar onderzoek start redelijk met een valse start morgen. Ik denk, als hier al discussie is over wat nu net de reden van dat openbaar onderzoek is, dan kan ik mij wel vinden in de vele mails die ik al heb gekregen van Limburgers die zich de vraag stellen wat er nu morgen net gaat gebeuren. De communicatie in de media was ook redelijk verontrustend. Ze vergeleken de erfgoedkaart met een boskaart. En ik had echt wel gehoopt dat u na de heisa van de vorige weken meer had geleerd en had geprobeerd om toch meer draagvlak te krijgen bij een dergelijk openbaar onderzoek. Versta me niet verkeerd, ik denk dat het nodig is om erfgoed te beschermen, maar probeer dat alstublieft te doen met duidelijke communicatie. Dus ik roep u echt op om een inhaalbeweging te maken en om duidelijk te maken aan de Limburgers wat er morgen nu net gaat gebeuren, want anders vrees ik dat er terug een periode van paniek komt en daar is niemand mee gebaat, zeker erfgoed niet. Ik al. Collega's, ik ben niet betrokken bij de communicatie in Limburg, dus ik ga er niet over oordelen. Maar wat ik wel weet, is dat voor de eerste keer de inventaris aan een evaluatie wordt onderworpen en dat daar een openbaar onderzoek aan toegevoegd wordt. Ik steun de minister-president. Ik kan niet anders dan dat te doen. Hè? Want er is nog nooit zo'n open procedure geweest. Je hebt er meer voordelen dan nadelen aan. Wat zetten we hier voor sfeer te maken tegen het onroerend erfgoed? Ik begrijp er niks van. Ik wil alleen aan u, meneer de minister-president, willen vragen welke criteria aan de grondslag liggen, waarom er dan toch meer dan 200 in dit geval woningen of panden of gehelen al dan niet verdwijnen van die inventariskaart. Sommige zullen verdwenen zijn, dat weet ik ook wel, maar zitten dat criteria aan of zijn dat feitelijke vaststellingen? Dus voor des wil ik u echt wel steunen in dit proces. Misschien was de communicatie niet goed, ga achter Limburgers. Ik ben maar een simpele West-Vlaming. Meneer Van Overmeijer. Ja, dank u wel. Une fois n'est pas coutume, maar ik sluit mij graag aan bij wat meneer Caron zegt. Waarom dit niet positief bekijken? Eindelijk is een openbaar onderzoek, eindelijk is tegenspraak bij het opstellen van deze inventaris, wat in het verleden niet gebeurde. Dus we kunnen dit alleen maar op een positieve manier bekijken, denk ik. Mijn vraag gaat naar de verdere procedure, meneer de minister-president. U bent begonnen met Limburg en de voorzitter is daar natuurlijk zeer verheugd over. Ik neem aan dat nu elke jaar een provincie aan bod komt, maar betekent dat ook dat de inventaris dan elk jaar voor één provincie wordt aangepast? Wat is de doorlooptijd van die totale procedure? En is het dan een cyclische beweging die telkens herhaald wordt, of is dit een eenmalige operatie? Mevrouw Bouwers. Ja, meneer de minister-president, inderdaad, in de vorige legislatuur waren we allemaal toch een beetje ongerust dat eigenlijk een pure wetenschappelijke inventaris toch wel wat gevolgen heeft voor de mensen. Je kan zo'n pand bijvoorbeeld niet zomaar slopen. En we hebben er dan met z'n allen voor gepleit om daar een openbaar onderzoek aan te koppelen. Dat komt er nu eindelijk, dus ik was eigenlijk tevreden dat dit nu eindelijk gebeurt. Men gaat nu beginnen met Limburg en gelukkig hebben de Limburgers het belang van Limburg. Die kunnen hun titels niet zo goed kiezen. Daar staat na de boskaart komt de erfgoedkaart. Ik zou het zo niet geschreven hebben. Maar daar staan wel de voordelen mooi in opgezond. Zonevreemde gebouwen moeten niet verdwijnen. Er kunnen afwijkingen toegestaan worden op de energieprestatienormen. Eigenaars kunnen speciale erfgoedleningen krijgen met een lage rentevoet enzovoort. Eigenlijk staat het allemaal in de krant. Het nadeel vind ik wel. Het gaat hier over bijna 6.858 relicten. Die worden allicht niet allemaal persoonlijk aangeschreven. Je moet het dus ook wel weten. En elke Limburger moet nu op die kaart gaan kijken. Ben ik erbij of ben ik er niet bij? Het is inderdaad nogal omslachtig, maar ik snap ook dat het misschien niet mogelijk is om ze allemaal aan te schrijven. Dat is eigenlijk gewoon een vraag die ik nog had. Dank u wel. Minister-president. Ja, dank u. Dank u wel voor het werk, collega's. Voor diegenen die pleiten voor draagvlak voor erfgoed wil ik toch nog eens met aandrang vragen om ermee te stoppen te zeggen dat het hier gaat om beschermingen, dat hier paniek gezaaid wordt. Dit is een traditie sinds decennia in Vlaanderen. Minister Walt Niel is daar denk ik een van de initiatiefnemers geweest oorspronkelijk. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Daar zijn dikke boekdelen van gedrukt destijds. Nu is dat allemaal digitaal. Dat zijn boeken die per dorp, per gemeente, per stad het waardevol bouwkundig erfgoed beschrijven, waarvan wij zeggen op Vlaams niveau, het is op Vlaams niveau niet beschermenswaardig, maar we maken er een inventaris van. Zoals collega Bouwers zegt, het heeft in de eerste plaats wetenschappelijke waarde. En twee, met het decreet van Dirk van Mechelen is er ook een decretale basis aangegeven. En moet er dus voor gezorgd worden, op het moment dat er een slopingsaanvraag ingediend wordt,
dat de gemeente daar kennis van neemt, een afweging maakt, we behouden dat niet. Maar dat is absoluut niet, collega De Gucht, dat dat gaat over de indeling van de woning, enzovoort, enzovoort. Daar slaat het helemaal niet op. Het is waardevol, bouwkundig erfgoed. En de procedure, omdat er commotie ontstond over die vaststellingen die gebeurd waren op grond van dat decreet van 2009, is er toen in de vorige regeerperiode gezegd in het parlement, collega's herinneren zich dat, we moeten een openbaar onderzoek organiseren. We hebben dat opgenomen in het decreet en dit gebeurt nu ook. En ik herhaal, we nemen de procedure die geldt voor gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die een impact hebben op de percelen, die een impact hebben op de woningen. Want daar worden bestemmingen vastgelegd, worden bestemmingen gewijzigd. Hier helemaal niet. Er wordt alleen een beschrijving gegeven van dat pand. De bouwkundige elementen daarvan worden beschreven, daar komt het op neer. En dus, men heeft daar een zorgplicht voor. Als men zegt, we willen dat slopen, dan moet er een afweging gebeuren. Voor de rest, niks dan voordelen voor die eigenaars. U hebt ze nog eens opgezond, ik heb ze daar straks ook opgezond. Dus, alsjeblieft, draag niet bij aan schrik aanjagen. Laat ons proberen het draagvlak voor erfgoed integendeel te verstevigen, mensen te feliciteren die zo'n pand hebben, die daar ook heel vaak trots op zijn. Laten we toch proberen een klein beetje te evolueren in de richting van wat de Britse traditie is, waar een gemeenschappelijke zorg is voor het erfgoed. En dus er is inderdaad, collega's, die procedure, publicatie in het Staatsblad, publicatie in minstens 3 dagbladen, aanplakking in de steden en gemeenten, op de websites van onroerend erfgoed, op de websites van de gemeenten die dat hebben ook. We hebben zelfs een speciale folder gemaakt voor de gemeenten ook, die dus kan bezorgd, die kan verspreid worden. En dat openbaar onderzoek strekt ertoe, en ik kom dan ook tot de vraag van collega Caron, strekt ertoe om opmerkingen te maken over feiten die niet kloppen daarbij. En waarom is er een aantal panden verdwenen? U weet dat wij discussie gehad hebben dat er sommige op de inventaris stonden die zelfs niet meer bestonden. Ja, als een pand niet meer bestaat of als de beschrijving ervan niet klopt. Het is niet van die architect, het is niet een pand van die stijl of je hebt het verkeerde pand. Hè. Maar nu is het gegeorefereerd, collega's, dus veel nauwkeuriger. En is in die inventaris ook een goede beschrijving gemaakt van de bouwkundige erfgoedelementen van het betrokken pand. Dus allemaal verbeteringen die gebeurd zijn ten opzichte van de bestaande regeling. En de communicatie, ja, de titel is verkeerd, maar voor de rest denk ik inderdaad dat het, en ik hoop dat andere media daar ook aan bijdragen, om mensen daarop op te wijzen. Maar ik vind het totaal verkeerd als wij hier een sfeer zouden gaan creëren van paniek, schrik, je kunt niks meer doen daarmee. Dat is het absoluut niet, want een bescherming is natuurlijk wel ingrijpend. Dan heb je een onmogelijkheid om nog tot slopen over te gaan. Dat doen we hier niet. En die inventarissen zijn al decennia lang eigenlijk, ja, behoren ze eigenlijk tot ons gemeen erfgoed ook. Die zijn vroeger begonnen zonder decretale waarde, hebben dan een decretale basis gekregen. We hebben toen gezegd, er moet openbaar onderzoek bij komen. En dat doen we nu, niet meer, niet minder. Meneer De Geus, slotopmerking. Meneer de minister-president, dank u voor uw antwoorden. Ik denk dat het een hele goede zaak zou zijn moesten uw diensten naar de mensen die daarop staan, de eigenaars, wel degelijk een brief schrijven, een rechtstreekse communicatie, waarbij dat er als u zegt, kijk, die mensen moeten inderdaad die fierheid hebben, hè, die krijgen over het feit dat ze in een dergelijk pand wonen, dat die opgenomen is in een inventaris, ja, stuur dan het stuk dat over dat huis geschreven wordt, hè, neoclassistische stijl, bijvoorbeeld, stuur dat op naar die mensen. Zeg wat de mogelijkheden zijn om dat in stand te houden. Welke mogelijkheden dat ze hebben om gebruik te maken van bepaalde subsidiëring. En maak dan dat die zaken waar dat vandaag men schrik door krijgt van dergelijke eigendommen te hebben of te verwerven, dat dat uit de wereld is. Want vandaag bestaat dat wel degelijk. Dat bestaat bij beschermden en dat bestaat eveneens bij inventaris. En dat zouden we uit de wereld moeten helpen om ervoor te zorgen dat we inderdaad naar de toekomst toe een heel mooi landschap hebben van waardevolle gebouwen die op een goede manier kunnen bewoond worden zonder te veel bemoeienis van de overheid.
Goed, dank u wel. Daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. We schorsen even de vergadering en dan wijken we de rest van de agenda af.
Goed, dames en heren, de vergadering wordt hervat. Aan de orde is de ontwerp van decreet houdende instemming met verdrag nummer 188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 96e zitting in Genève, 14 juni 2007. De algemene bespreking is geopend. Vraag iemand het woord? Meneer De Croo, alstublieft. Zeer kort. Het verslag is uitstekend. Het project werd eenparig goedgekeurd. Ik raad de stemming aan. Ah, je bracht het verslag uit. Goed. Minister Muiters, niet aanwezig. Ik stel voor de algemene bespreking te sluiten. De artikelsgewijze bespreking, artikel 1 tot en met artikel 3 in opmerking aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen straks de hoogstemming van het ontwerp van het decreet houden. Dames en heren, door het ontwerp van het decreet houden. De instemming met het protocol betreffende de conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 103e zitting te Genève op 11 juli 2014. De algemene bespreking is geopend. Vraagt iemand het woord? Nee. Minister, vraag u het woord? Nee. Dan is de algemene bespreking gesloten. Nou, dat is de artikelsgewijze bespreking, artikel 1, artikel 2 en opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen straks de hoogstemming van het ontwerp van het decreet houden. Dames en heren, aan de orde is het tussentijdsverslag namens de Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen, de heer Bjorn Joska. Verslaggever heeft het woord. Meneer Joska. Voorzitter, collega's, ik ga kort verslag uitbrengen over de werkzaamheden die we achter de rug hebben op dit moment met de Commissie voor Alternatieve Financiering en Overheidsinvesteringen. Misschien even ter herinnering, want de commissie is al een aantal maanden bezig, waarom we deze commissie in het Vlaamse parlement hebben opgericht, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ondertussen de Vlaamse regeringen, en ik spreek in het meervoud, al een heel traject hebben afgelegd op vlak van alternatieve financiering van overheidsinvesteringen. We zijn ongeveer iets meer dan 10 jaar daarmee bezig, tussen 2004 en eigenlijk vandaag. Regelmatig zijn alternatieve financieringsmethodes opgebouwd omwille van de noden die er waren op vlak van wegen, openbaar vervoer, schoolgebouwen en zo meer en zo meer. Regelmatig gebeurde dat ook in een context van overheidssaneringen, van budgettaire problemen, om toch aan die noden tegemoet te komen. Nu, ik denk dat ik een beetje een open deur intrap en ik wil absoluut geen partijpolitiek bedrijven, want het is gewoon een tussentijds verslag, dat we daar af en toe ook wel mee in de knoei zijn geraakt met die alternatieve financieringen. Dingen die aanvankelijk gepland waren buiten de begroting, vielen omwille van strengere Europese begrotingsregels zoals ESER 2010 binnen de begroting. En een kantelpunt, en vandaar was het van belang, collega's, dat we die commissie hebben opgericht, een kantelpunt was 2014 met de strengere ESER-regels die op dat vlak een aantal dingen scherper hebben gesteld. En dus vandaar hebt u, en daarvoor zijn we u natuurlijk dankbaar, een aantal maanden geleden die commissie alternatieve financiering van overheidsinvesteringen opgericht en is collega Rick Daams toen begonnen als voorzitter van die commissie. De commissie heeft een missie uitgewerkt die, ik ga ze niet helemaal voorlezen, maar op een viertal punten eigenlijk concentreert. Dat is 1. De bestaande vormen van alternatieve financiering in kaart brengen en evalueren, gezien het feit dat we daar ondertussen toch iets meer dan 10 jaar ervaring mee hebben. En in nauw overleg met betrokken actoren, zoals daar zijn het Rekenhof, het Kenniscentrum, PPS, de Nationale Bank Eurostat, het Instituut voor de Nationale Rekeningen, PNV enzovoort. Een tweede opdracht die in de missie zat, was eigenlijk buitenlandse best practices, goede voorbeelden in kaart brengen en evalueren. Een derde opdracht die de commissie zichzelf had opgelegd, conclusies en aanbevelingen overmaken aan de Vlaamse regering, met inbegrip van conclusies en aanbevelingen die eventueel op het federale niveau zouden moeten geregeld worden. En tenslotte, ten vierde, ook een invulling geven aan een oordeelkundige parlementaire decreetgeving die een kader schept voor efficiënte en doeltreffende alternatieve financiering. Dat was de opdracht zoveel maanden geleden. Het klinkt misschien allemaal zeer technisch, maar het was denk ik een boeiende afgelopen 6 maanden. En op dit moment, collega's, kan ik u meedelen dat wij ongeveer 10 hoorzittingen hebben georganiseerd, 22 uiteenlopende, maar boeiende presentaties, waarbij zowel academici, PMV, de Europese Investeringsbank, het Vlaams en het Europees Kenniscentrum PPS, Eurostat, de Nationale Bank, het Rekenhof, VVSG, de SERF, de Nederlandse Rijkswaterstaat,
eigenlijk hier langs geweest zijn en ook telkens hun ervaringen hebben gedeeld. Belangrijk om daarbij te geven, en ik denk dat dat toch wel mag onderstreept worden, is dat de commissie werd bijgestaan, zeer deskundig werd bijgestaan, door de heer Bart Andriessens, die auditeur is bij het Rekenhof. En het Rekenhof is eigenlijk zo vriendelijk geweest om Bart Andriessens te delegeren gedurende een aantal maanden naar de commissie, om eigenlijk de commissie bij te staan bij toch wel, en u hoort het ook aan het verslag, geen evidente problematiek, maar een zeer belangrijke problematiek binnen de begroting en de financiën. Nu, Bart Andriessens heeft zeer kundig werk geleverd en ik denk dat ik hem namens de commissie daar ook en het Rekenhof daarvoor mag bedanken. Hij heeft eigenlijk al in februari aangegeven waar volgens hem wat de knelpunten liggen, de nood aan een helder en een regelgevend kader. De doelstellingen van PPS en andere vormen van alternatieve financiering zouden duidelijker moeten geformuleerd worden. Het belang van infrastructuurplanning, de rol van infrastructuuragentschappen, de diverse vormen van financiering, overheidsfinanciering en de impact ervan op de begroting en op de overheidsschuld, het onderscheid tussen bouwkosten en de kosten van de levenscyclus, het belang van en de nood aan opbouw van kennis en competentie aan de zijde van de overheid op het moment dat er alternatief gefinancierd wordt, de risicospreiding, de uitvoering en ook de rapportering zijn allemaal punten die eigenlijk in het verslag terug te vinden zijn. Nu, op basis van deze punten heeft Bart Andriessens een ontwerpverslag gemaakt, een zeer stevige nota die we vorige week in de commissie met z'n allen hebben bekeken. En eigenlijk zitten in zijn nota 38 voorstellen. Ik ga ze natuurlijk niet alle 38 overlopen. 38 voorstellen waarbij zowel aandachtspunten, aanbevelingen voor de Vlaamse regering, maar ook een aantal voorstellen en suggesties zitten wat betreft decreetgevend werk die het Vlaams parlement zou kunnen ondernemen. En vandaar, na de bespreking vorige week van het ontwerpverslag, was er eigenlijk in de commissie een unanimiteit om aan het uitgebreid bureau te vragen om een verlenging toe te staan tot het einde van het jaar, tot aan het kerstreces. En dus dit vandaag ook voor te leggen aan jullie, aan de plenaire vergadering, omdat we ervan overtuigd zijn met de commissie Kamerbreed dat we erin zouden moeten slagen om met een Kamerbreed rapport te kunnen landen waar een heel deel aanbevelingen in zitten, maar waar ook eventueel decreetgevend werk kan uit voortvloeien. Dus vandaar, voorzitter, deze korte tussentijdse stand van zaken met de vraag om de levensduur van de commissie nog even te verlengen. Dank u wel. Meneer Joska, meneer de voorzitter van de commissie, u wilt even interrumperen. Ik weet niet of ik nu interrumpeer, want de heer Joska is van zijn pupitre aan het afkomen. Maar ik had wel graag iets gezegd als ik mocht, meneer de voorzitter. Ah, bij deze. Dank u. Gewoon dank aan het bureau dat we een tussentijdse rapportering kunnen doen. Dat is niet naar gewoonte, maar ik denk dat het een techniek is die wel beurs meer zou mogen gebruikt worden in dit halfrond. Als voorzitter en namens de commissie ook dank aan Bart Andriessens, maar ook aan Johan-Peter Sidde, de secretaris van onze commissie. De man heeft heel wat werk met ons. En ook aan de professoren die we in deze hebben gecontacteerd. Misschien toch nog heel even aanvullend aan het rapport van Bjorn meegeven dat de eindbedoeling is de antwoord te vinden op de vraag hoe kunnen we meer publieke investeringen tot stand brengen binnen het Europees boekhoudkundig kader en desgevallend met het betrekken van de Vlaamse burger. Dat is in essentie waar het over gaat, met als middelen aanbevelingen, conclusies, voorstellen en desgevallend decreetgevend werk. En daar zou ik de voorzitter van deze raad heel even willen betrekken in een paar bedenkingen. Van het Vlaams parlement, excuseer. Toch even willen betrekken, niet alleen omdat ik denk dat en dit is onafhankelijk natuurlijk van de beschikkingen die nog in de commissie moeten genomen worden, maar het zou wel eens kunnen zijn dat we heel wat nieuwe paden moeten bewandelen als we die doelstelling willen bereiken, waarbij dat nieuwe of niet bestaande financiële technieken het licht zouden kunnen zien. Ik hoop dat dat zal mogelijk zijn, want anders dan zullen we die doelstelling niet kunnen bereiken. Maar waarom dat ik het woord vraag is om aan u als voorzitter toch een stuk ondersteuning van het parlement zelf, van de diensten van het parlement te vragen, want indien we zouden komen tot decretaal werk, dan zal dat niet alleen kunnen met Bart Andriessens die ons daarin bijstaat. Dus het lijkt mij in die zin ook gerechtvaardigd dat ik vanuit mijn voorzitterschap dan ook aan u als voorzitter van dit parlement meteen de vraag richt wanneer wij tot decretaal werk zouden overgaan, dat we dan ook kunnen rekenen op de diensten van het parlement. Denk maar aan nieuwe zaken
zoals een sunset clause die we misschien eens voor het eerst in een decreet zouden kunnen invoeren, ex ante avals van ministeriële besluiten of ex post ratificaties van volmachten die je aan een Vlaamse regering op fiscaal gebied geeft. Enfin, er zit toch een hele reeks van echt nieuwe dingen aan te komen die we misschien als resultaat van deze werking van deze bijzondere commissie toch wel zou naar voren kunnen komen. En vandaar dat ik enig misbruik maak van het woord om de voorzitter van het parlement te vatten, desgevallend ons ook hier wat juridische en andere ondersteuning te geven, opdat we op het einde van het kalenderjaar met een heel mooi product, vooral met nieuwe, werkbare, bruikbare dingen zouden kunnen komen. Zie daarmee de voorzitter wat ik u en de collega's uiteraard wilde meedelen. Dank u wel, meneer Daams. Zoals altijd bekijken wij uw vragen altijd. En ik stel voor dat we daar eerst zelf een tijd aan tijd over hebben, om te kijken hoe en wat, en dan gaan we verder kijken of dat al dan niet kan ingevuld worden. Ik vond dit een zeer diplomatisch antwoord wat ik u gegeven heb. Dames en heren, bij de oprichting van de Commissie van Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen op 28 september 2016 heeft de plenaire vergadering de uiterste streefdaan voor het afronden van de werkzaamheden van de Commissie ad hoc bepaald op eind mei 2017. En zoals meneer Daams en de heer Zoska al toegelicht hebben, is het vraag aan het parlement dat de Commissie haar werkzaamheden kan voortzetten tot uiterlijk eind december 2017. Is het parlement het hiermee eens? Dan is al dus beslist. We gaan over naar de stemmingen. Dames en heren, de orde is de volgende stemming over het ontwerp van de decreet houdende instemming met verdrag nummer 188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 96e zitting in Genève op 14 juni 2007. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 88 leden hebben deelgenomen, 88 ja, geen 1, geen onthoudingen. Dien de gevolgen neemt het Vlaamse parlement het ontwerp van de decreet aan. Het zal aan de Vlaamse regering de bekrachtiging worden overgezonden. Dames en heren, de orde is de overige stemming voor het ontwerp van de decreet houden de instemming met het protocol betreffende de conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 103e zitting in Genève op 11 juni 2014. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemberichtingen. 88 leden deelgenomen, 88 ja, geen 1, geen onthoudingen. Dien de gevolgen neemt het Vlaamse parlement het ontwerp van de decreet aan. Zal de Vlaamse regering de bekrachtiging worden overgezonden. Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 7 juni 2017 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik wens u allen een zeer behouden tussenkomst en een prettige, mooie thuiskomst. Ja, sorry, dat is de leeftijd.